bij de 174ste editie van ons Politieke V Zout. En hoewel Drie Koningen alweer ruim voorbij is, willen we u allen nog een gelukkig nieuwjaar toewensen. Maak er iets moois van. En ook in het nieuwe jaar zit het zoutvat weer bomvol, dus laten we snel beginnen. Maar niet voordat we u hebben gewezen op de mogelijkheid dit programma nog eens live terug te zien via onze partners van openwebcast.nl of via de link op onze site www.politiekevzout.nl. Onze eerste gast is geboren op 15 april 1945 te Roermond. En we mogen deze slagerszoon best een politieke mastodont noemen. Hij had namens de VVD zitting in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en was wethouder in Roermond. Zeker in deze laatste functie is hij bejubeld, maar ook verguisd toen er beschuldigingen van onder andere corruptie aan zijn adres werden geuit. Op dit moment is hij gemeenteraadslid namens de Liberale Volkspartij Roermond en lid van de Provinciale Staten namens de Volkspartij Limburg. Vorige maand moest hij helaas afzeggen vanwege de hevige sneeuwval, maar opgeven zit niet in zijn aard en daarom zei hij meteen toe om het vandaag nog eens over te doen. Een hartelijk welkom voor Jos van Raay. Is er een aparte plek voor u in het midden? Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Meneer Vrij, wel eens in Os geweest? Dat is lang geleden. Ik ben samen met mijn politieke medewerker uit de Statenfractie natuurlijk via de A50 gekomen. Dan komen we langs Veghel. En ik kan me herinneren dat we dus in 82, 83 als Kamer veelvuldige bezoek aan de regio hebben gebracht. En toen zijn we denk ik ook in Os geweest. Maar ik kan me alleen nog herinneren dat bij de familie van Eert de huidige eigenaar van Jumbo zijn geweest, langs het kanaal. Maar Organon was toen er zijn collega's van mij geweest. En er waren altijd Kamerleden die iets wilden bijverdienen in die tijd. Legaal, hè? Legaal, neem ik aan. Nee. Ik had gelukkig mijn eigen bedrijf. Ik was een van de weinige Kamerleden die een eigen bedrijf had. Dat een verzekeringskantoor, als ik me goed zie. Ja. Maar er waren Kamerleden zoals Willem Vermeend en Robin Linschoten, die waren ambassadeur bij Mars en Veghel. En dan kregen die vorstelijk voor betaald. In die tijd. In die tijd? Ja. Toen waren daar stilzwijgende afspraken over of was dat gewoon zoals het ging? Nou, je moest natuurlijk je nevenfuncties melden. Ja. Dus daarom dat we dat ook wisten. En er was een regeling. En ik weet niet of die regeling nu er is. Dus dat de bijverdiensten boven een betaald bedrag, die werden gekort op je schadeloosstelling. Terecht, lijkt me. Of vindt u van niet? Nou, als je neveninkomsten hebt uit je eigen bedrijf, dan is het iets anders of neveninkomsten uit Mars. Vanuit Mars, vind ik zelf. Valt over te discussiëren, maar dan gaan we straks ongetwijfeld nog ja, bij het ene loop je risico, bij het andere niet. Ja, ja. Ja, je kunt inderdaad, als het oranje licht wordt, gaan remmen of toch nog proberen het rode licht te halen, zeg ik dan altijd. Ik moet u zeggen dat ik de laatste jaren geen bon meer heb gekregen. Keurig. Maar niet wil zeggen dat u niet fout doet, maar u bent in ieder geval niet gepakt. Dat brengt mij op het eerste punt wat u misschien hoe dat gaat tegenwoordig met burgemeestersbenoemingen. Ja, ja, onder dat, andere. Dat is wel eens vergeleken met het stoplicht. Ja. Nou ja, om elke schijn te vermijden kun je beter remmen als het oranje wordt. Want dat is namelijk de bedoeling. Maar in buitenland heb je daar stoplichten die er veel beter op ingesteld zijn dan in Nederland. Ja, maar we zijn in Nederland en we hebben niks met buitenland te maken. Nou, ik geef toe, Limburg is een beetje een uitzondering, maar Wij zijn pas van 1839, geloof ik, bij Nederland. Dus. Je refereerde net al aan, meneer Vrij. Je had een bloeiend verzekeringskantoor. Wat heeft u dan bezield om de politiek in te gaan? Ik ben in 1974 voor het eerst lijsttrekker van de VVD in Roermond geworden. De VVD in Limburg is opgericht in 1959. We hadden toen voor het eerst een statenlid, was natuurlijk een advocaat. Ik ben lid geworden van de VVD omdat ik... We hadden vroeger dus thuis die draadomroep, de radio natuurlijk. En dan luisterde ik wel eens naar kamerdebatten. En toen viel het mij geweldig op hoe bepaalde mensen daar iets probeerden duidelijk te maken. En ik heb me, maar dat is al vele malen verteld, mijn ouders hadden slagerijen. En toen moesten we op zondag een keer, of op zondag werd altijd bestellingen gedaan, altijd.
En op een gegeven moment belde iemand voor een half ons zoutloos rookvlees. Omdat zijn verwachting was. Zoutloos is nooit goed. Jawel, als je verwachting bent moet je niet te veel zout hebben. En in het kader van de zwangerschap moest dat direct gebracht worden, half ons zout. En toen was ik net buiten de slagerij en toen kwam een politieagent. En die verbaliseerde mijn vader, omdat je op zondag niet de winkel open mocht hebben, ook niet mocht bezorgen. En toen zei ik, welke idioot heeft dat geregeld? En toen ben ik lid van de VVD geworden. En welke idioot had dat geregeld? Ik denk dat de VVD er ook bij betrokken is geweest. Maar de zondagsopenstelling, dat is een gevecht geweest van tientallen jaren. Ik weet dat de SP daar heel anders over denkt dan liberalen over denken. Maar het heeft in ieder geval de lokale economieën van vele steden een geweldige toekomst gebracht. Nou, en dus ik heb me ook altijd voor de zondagsopenstelling geweldig druk gemaakt in de Tweede Kamer. 1986, een grote bijeenkomst in het Circus Theater, waar we nog, het zal u niet verbazen, waar we met tomaten zijn bekogeld. In 1986. Misschien is dat het symbool van de SP toen geworden, toen wij met tomaten werden bekogeld. Durf ik niet te zeggen. Meneer Verhaai, u heeft in Roermond als wethouder uitzonderlijk veel projecten gerealiseerd. En de bevolking van Roermond spreekt daar ook volgens mij unaniem haar waarderingen voor uit. Maar dezelfde bevolking is ook verdeeld als het gaat over hoe die doelen bereikt zijn. Bent u zich daar bewust van? Natuurlijk. En heeft u daar ooit, wat merkt u daarvan? De uitslag bij de verkiezingen natuurlijk. Dat merk je dus natuurlijk altijd. Kijk, Roermond had toen ik in 1998 de Tweede Kamer vertrok, een werkloosheid van meer dan 20%. En we hebben dus alles ingezet op werk, werk, werk. En door een toeval kwam ik in aanmerking met een groot Amerikaans concern. Wat uiteindelijk heeft geleid binnen een periode van 3 jaar, dat was voor ons in Nederland een wereldrecord. Voor de Amerikanen is dat nog vreselijk lang. Een designer outlet center wat nu dus aan 3500 mensen werk biedt. Ja, dat is dan een hele positieve. En ik kan me voorstellen dat Ze hebben er meerdere, De bevolking van Roermond daar positief over is. Maar kunt u zich ook voorstellen dat mensen ook hun vraagtekens hadden bij hoe die projecten gerealiseerd zijn? En ik bedoel eigenlijk van, heeft u daar wel eens iets van gemerkt? Nee, in ieder geval niet in het college, niet in de raad en ook niet op straat. Want ik heb het nu maar als één voorbeeld over het Designer Outlet Center. Maar zo hebben we natuurlijk en gedaan. Hè. Maar de oude volkswijken. En die hebben dus ook geweldig opgeknapt. En het is een trots om daar, en ik neem aan dat het hier in Os ook is gebeurd, geweldig om te zien hoe de oude volkswijken er nu uitzien. Naar mijn mening nog te weinig openbare ruimte, te weinig groen. Maar goed, dat zijn wijken allemaal die direct voor of na de oorlog zijn ontstaan. Dus we hebben zowel de economie als ook de volkshuisvesting dat geweldig gedaan. En ik ben in die periode nooit aangesproken over hetgene wat u zojuist dus vroeg. Er zijn natuurlijk wel eens kritische vragen in de raad gesteld. Maar ik ben misschien een van de weinige wethouders die in die 14-jarige raad dus op de raad hebben opgeboekt. U moet beter controleren, meer vragen stellen, doorvragen, et cetera. Maar het ging erg makkelijk allemaal. Dan naar 2016. Komt de dag dat u door het OM wordt verdacht van corruptie, witwassen, stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie. U zei 16, maar u bedoelt 12. 2012 was dat. Toen begon het al? Ja, oktober 2012. Oké, dus het is al een dossier wat eigenlijk al 6 jaar loopt. Als met uw toestemming lopen we heel even door welke rechtszaken en welke rechtsgangen er tot nu toe geweest zijn. Want als ik me dan niet vergis, wel in 2016 wordt u door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor verkiezingsfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie. En u krijgt een taakstraf van 240 uur. U gaat in hoger beroep. En vervolgens wordt u door het Hof in Den Haag veroordeeld door 1 jaar lang voorwaardelijke gevangenisstraf. En u mag 2 jaar lang geen bestuurlijke functie uitoefenen. Wegens, daar is hij toch weer terug, corruptie, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. Daarin bent u inmiddels voor in de cassatie gegaan. Dus mijn vraag aan u, als u nou even terugkijkt, hè, het hoger beroep. Eerst wordt u vrijgesproken van corruptie, maar in hoger beroep zit die corruptiebeschuldiging er toch weer bij. Nou ja, het zit had u beter niet in een hoger beroep kunnen gaan? Het OM kondigde tijdens het lezen al aan van het vonnis door de voorzitter van de rechtbank dat ze in hoger beroep gingen. Dus we hadden überhaupt geen keuze meer. Ook de rechtbank heeft ook aandacht besteed aan de corruptie en de omkoping. En heeft niet zoals het Hof
dat alles bij elkaar geveegd. Ik ben 35 jaar bevriend met Piet van Pol en zijn familie. Met zijn vrouw nog veel, die kende ik nog veel even, want die woonde vlak bij mij in de buurt. En toen ik in 1998 wethouder werd, zijn er duidelijke afspraken over gemaakt. Die afspraken ben ik altijd nagekomen. Welke afspraken? Nou, bijvoorbeeld dus dat wanneer ik op vakantie zou gaan, want we gingen altijd als families gezamenlijk vakantie, dat ik dat zou melden. Eerste keer zou melden en toestemming vragen en daarna kreeg je gewoon een melding. Ik heb meer dan 100 meldingen in al die 14 jaar gedaan. Dat is nog eens uitgezocht door mevrouw Zorgdrager en professor Frisse. Ook het Openbaar Ministerie heeft daar natuurlijk tientallen rechercheurs op gezet. Om te kijken of ik maar één keer een melding niet had. Nee, alle meldingen zijn dus keurig gedaan. Dan als er problemen waren tussen de gemeente en een van de bedrijven van Pol, dat ik mij daar nu niet mee zou bezighouden. Nou, je begrijpt dat bij projecten zijn er altijd problemen. En dan werd dat aan mij gemeld en dan ging dat naar collega's en of de gemeentesecretaris. Dus dat zijn de afspraken, die zijn in 1998 gemaakt bij het coalitieoverleg. En toen die rechtszaak begon, heb ik natuurlijk aan de griffier gevraagd om die spullen uit 1998 naar boven te toveren. Nou, die waren allemaal vernietigd door de gemeente. Dat heb ik heel jammer gevonden, maar gelukkig hebben we een hele hoop getuigen hebben allemaal verklaard welke afspraken er toen gemaakt zijn. Ja, en als je dan, zoals mijn familie en ik in die achtbaan terechtkomt, dan, en dat is het verwijt wat ik nu de dag van vandaag nog steeds krijg, van dat je geen zelfreflectie hebt. Ja, we kijken met een bril van 2012 naar afspraken die in 1998 gemaakt zijn. En op het terrein van integriteit hebben we natuurlijk geweldige stappen vooruit gezet. Als je het goed vindt, wil ik een voorbeeld noemen. Volker Wessels, een van de grootste bedrijven van Nederland. Meneer Wessels is een paar maanden geleden helaas overleden. Die nodigt me uit om naar een voetbalwedstrijd te gaan van PSV tegen Twente in Eindhoven. Ik meld dat keurig. En daar zitten we dan in een grote zaal. En daar wordt door de directeur van PSV iedereen welkom geheten. Een bijzonder woord van welkom aan de gedeputeerde Gert Ries uit Limburg, die namens BAM Wegenbouw Zuid hier vandaag onze eregast is. Dat moet je weten, dat provincie Limburg met grote projecten bezig was met BAM. Die had het. Ik ga meteen naar een statenlid of die dat gemeld had. Die had het niet gemeld. Nou, dat is natuurlijk wel een verschil. Ik heb altijd opgelet en ben toch helaas er helemaal de dupe van geworden. Is het de dupe van geworden? Of heeft hij niet af en toe zoiets van, ik ben toch wel naïef geweest? Mag ik het zo eens omschrijven? Nee, maar luister, wie zonder zonde is, werpen het eerst. Natuurlijk, ik maak misschien de meeste fouten van iedereen in deze zaal. Maar dat is nooit, en gelukkig heeft zowel de rechtbank als het gerechtshof, dat ik er persoonlijk voordeel van heb gehad. Ik heb ook geen tegenprestaties gedaan. Maar ik heb natuurlijk niet achteraf had ik dingen anders moeten doen. Dat lijkt me toch wel logisch. Hè? Ja. Ja, nou ja, dat is al heel goed om te horen, denk ik. Maar welke dingen zou je anders gedaan hebben? Als je kijkt naar die hele lijst, hè? Bedoel, met die burgemeesterbenoeming had ik niet anders gedaan. Nee? Nee, dat klankborden, daar blijft u bij? Dat ik daarvoor veroordeeld word, accepteer ik. Al zelfs als de gevangenisstraf. U hebt allemaal het verhaal gelezen van het raadslid, meneer Van der Krij uit Den Bosch. Dat heeft hier in Brabant. Ik heb dat artikel gelezen, hoe dat is gegaan. Hoe die meneer door een arrestatieteam is opgehaald. Bij alle politieke, daar ben ik ook altijd een buitenbeentje in de VV. Ik ben altijd voor de gekozen burgemeester geweest. Altijd. En het is vandaag de dag nog niet. Er zijn twee landen in de wereld waar dat nog niet geregeld is. Nederland en een land in het voormalige Oostblok. Het is absurd wat daar gebeurt. Vroeger werden de grote gemeentes werden verdeeld. De commissaris van de koning in Limburg, dat was toen nog de koningin. Ik zat ook in een vertrouwenscommissie daar. Was een geweldige kandidaat van de VVD. Maar die mocht het niet worden, maar het was landelijk afgesproken. Het moest iemand van het CDA zijn. Gelukkig dat nu minder gebeurt. Maar de kandidaten die er zijn, die worden allemaal natuurlijk gecoacht. Allemaal.
En als van iedereen die in de vertrouwenscommissie de telefoon wordt afgeluisterd, dan zult u zien dat dat gebeurt. En ik heb de pech gehad dat dat is gebeurd. En dat is de vergelijking met een stoplicht. Iedereen wel, rijdt wel eens door het rood, het mag niet. En dat is, zo heb ik dat vergeleken. Maar ja, toen heeft men mij al verketterd dat ik die vergelijking had gemaakt. Dat het wel heel ernstig was. Dat is mij het zwaarste aangerekend, de burgemeestersbenoeming. Maar ik heb zowel de rechtbank als het Hof proberen uit te leggen dat dat gebeurt. We hebben zelfs de minister van Binnenlandse Zaken erop geroepen. Hoe sterk vindt u zelf het argument, meneer Verhaaij, als afgezien van al die dingen? Want ik begrijp wat u zegt, maar het mag gewoon niet. Je mag gewoon geen vragen doorspelen. Je mag niet klankborden, zoals het dan ook genoemd wordt. Mag gewoon niet. Dus waarom doet u dat dan toch? Omdat iedereen het doet? Dat is dan toch een drogreden, toch? Ik heb heel veel dingen geleerd van andere politieke partijen. En slechte dingen heb ik van het CDA geleerd. En dit deed het CDA natuurlijk. En het CDA deed het natuurlijk. Dat hebben ze tientallen jaren gedaan. Mogen we na 90 jaar zo'n andere burgemeester rond hebben? En de beste kandidaat, die moet winnen. En als het toevallig een VVD'er is, prima. Als het een SP'er is, ook prima. Maar het moet niet automatisch iedere keer een CDA zijn. In de vertrouwenscommissie, over 7 weken komt het boek uit over mij, wat geschreven is door een onafhankelijke schrijver. Dan komt dat allemaal nog naar voren. De lid in de vertrouwenscommissie, CDA, die zei ook dat hij met de achterban erover had gesproken. Dus dit gebeurt gewoon. En professor Elzinga, hoogleraar staatsrecht, die heeft een deskundige bericht ingebracht in mijn een zaak door het Hof, en die concludeert dat als Verhaaij veroordeeld wordt een onaanvaardbare rechtsongelijkheid, omdat Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, die het allemaal ook doen, nooit veroordeeld worden. Wel die arme raadsleden, die worden dan wel veroordeeld. En als ik dan een bewijs heb dat meneer Teven met mij er ook even is, dan is dat telefoontje is dan toevallig weg. En ze hebben alles bij het Openbaar Ministerie. Alleen dat telefoontje hebben ze dan net niet, hè. Dus dan word ik daar een beetje boos over, zwaar uitgedrukt. Maar nou ja, ik kan me er iets bij voorstellen als u in een cultuur zit, hè, een politieke cultuur, zoals u het net eigenlijk zelf omschrijft, waarbij iedereen dat doet. En u wordt er als het ware uitgepikt en u krijgt dan de veroordeling dat dat vervelend voelt. Dan maakt het feit aan zich natuurlijk niet minder strafbaar. Nee, maar daarom heb ik ook altijd gezegd dat daarvoor veroordeeld wordt. Dat is dan jammer op mijn leeftijd en het einde van mijn politieke leven. Maar goed, dan accepteer ik dat. Maar het andere, dat vecht ik aan. En ik hoop dat ik lang gezond blijf, zodat ik dan kan blijven. Die corruptie, maar ik denk dat u daar ook wel een beetje een zaak heeft. U bent ook veroordeeld voor verkiezingsfraude. Ja, is te gek voor woorden. Waarom is het te gek voor woorden? Nou, ik heb nog in mijn rechtszaak brieven van de SP ingebracht. Van de Partij van de Arbeid. Ik was met een paar andere mond van de VVD volmachtencoördinator. Dus we hielpen mensen en dan kwamen die bij de verkiezingskraam. En daar had ik van een aantal mensen heb ik een fotocopie gemaakt. En van de voorzijde van de stempas. En die had ik thuis liggen. En daar ben ik voor veroordeeld. Omdat ik dat dan... Men zegt niet dat ik het wederrechtelijk gebruik heb, maar wel in bezit had. Want dat mag niet. Nee. Je mag niet een stempas wederrechtelijk gebruiken. Maar dat kunnen ze ook niet bewijzen. Heb ik ook niet gedaan. En dat is heel vreemd, maar ik weet niet of u dat wilt horen. Ik wil wel een voorbeeld noemen. Ja, natuurlijk. De oud-president... Ik wil alles van u horen, trouwens. Dus... Nou, dat was ik niet van plan vandaag. Maar... Hoeft ook niet, maar... Nee, wel over de rechts, dan mag je alles van me horen, maar... De oud-president van het gerechtshof Den Bosch is meneer Stevens. Meneer Stevens, die word ik door zijn zoon benaderd dat hij geen stempassen heeft gekregen. Dat kan gebeuren. Tussen het oud papier terechtgekomen. Ik hoor dat. Ik laat op het stadhuis een brief maken van meneer Stevens aan de gemeente om een nieuwe stempas. Dus die wordt op het stadhuis gemaakt. Ik krijg die. Ik breng die naar die zoon van meneer Stevens. Die gaat naar de vader en die tekent dat, denk ik. En dat gaat weer terug. Dat vindt men dat ronselen van stemmen zou zijn. Want dat kon die zoon niet zelf? Of? Nou, ik ben... En daar hadden we het begin over. Natuurlijk is de afstand tussen gekozenen en kiezer Roermond heel, heel klein. Die zal een os ook wel zo zijn. Niet voor niets was de VVD
daar heel lang de grootste partij, die de Liberale Volkspartij, van de 31 zetels, 10 zetels. Omdat we heel dicht bij de bevolking staan. Dus we krijgen allerlei verzoeken. Of het nou gaat om een traplift, of een bijstandsuitkering, of bij de verkiezingen. Dus wij zijn dienstverlenend gewoon. Zoals jullie de belastingformulieren voor de mensen helpen in te vullen, zo doen wij op vele andere treinen dat ook. Daar is niks mis mee. Nee, daar is niks mis mee. Maar als u mij zo zegt van de zoon van stempas kwijt. Ja, volgens mij zou mijn eerste actie niet zijn dat ik dan de wethouder van Roermond inschakel om dat te regelen. Nou ja, dat kan ik toch allemaal zelf. Dan ben je een uitzondering, denk ik. Ik denk het niet. Nou, dat weet ik niet. Ik denk van iedereen hier, dat als dat voorvalt, dat er maar weinig mensen zijn die direct naar een wethouder gaan die het vervolgens voor u gaat. Nou, gelukkig gebeurt dat in Roermond wel, omdat daar de afstand tussen de inwoners en het stadsbestuur heel kort is. Nu, nou ja, je kunt natuurlijk een discussie hebben over de afstand. Maar ik denk niet dat het gaat over de afstand. Het gaat erom wat u bereid bent om te doen. En waar u de grens trekt. Nou, dat gaat heel ver en dan bent u heel dienstbaar. Daar kun je verschillend over denken. Maar ik zie dat, u ziet er iets vreemds achter, ik niet. Dat mag gelukkig. Meneer Vrij, u bent dus vrijgesproken van het ronselen van stemmen overigens. Want er kon helemaal niet bewezen worden dat u mensen heeft bewogen hun stempassen af te geven. U bent wel veroordeeld vanwege het ongeoorloofd gebruik van volmachten. Hoe is dat dan bewezen? Als u zegt van hoe dingen zijn gegaan? Ja, en daarom hebben wij daar dus ook, zullen we in de cassatie ook tegen ingaan. Ik heb de beste mensen in Nederland gevraagd om daar een oordeel over te doen, die de kieswet kennen. En zowel de rechtbank als het hof leggen de kieswet anders uit. Als u morgen voor 3 maanden op stage zou gaan naar Zuid-Amerika en u zou dan toch willen stemmen, dan kunt u daar een zogenaamd L8-formulier voor gebruiken. Zo gebeurde dat Roermond ook. En zo heb ik een aantal mensen daarmee ook weer geholpen. Die gingen allemaal naar Zuid-Amerika voor... Nee. Dat u al dat die conclusie trekt, dat allemaal op vakantie. Nee, maar dat was een voorbeeld. Maar een stage gaande gebeurt er wel vaker. U moet niet vergeten dat in de gemeenteraadsverkiezingen zijn meestal rondom carnaval. Nu dit jaar toevallig niet, er zit nu 6 weken tussen. Maar het is wel eens gemeenteraadsverkiezingen geweest die een week of 2 weken na de carnaval waren. Er zijn heel veel mensen naar de wintersport, et cetera. Dan kun je zo'n L8-formulier. En de rechtbank en het hof leggen uit dat als je zo'n L8-formulier invult, dat degene die dus de volmacht geeft, de volmacht nemen moet kennen. Dat staat niet in de wet. Toch is het zo uitgelegd. Daar maak ik ook een bezwaar. Maar daar hebben ze er niet zo. Het is gewoon een interpretatie van de wet. Als de wetgever het had willen regelen, dan had hij dat in de wet moeten opnemen. Ik neem dus ook aan dat de kiesraad nu een advies uitbrengt om de wet te gaan veranderen. Ja, nou, dat zou wel winst zijn, denk ik, hè? Als daar überhaupt al duidelijkheid over komt. Ik ben 2 jaar geleden is een symposium geweest van de kiesraad in Den Haag. Ik ben daar naartoe gegaan, heb daar geluisterd. En er zijn dus in Nederland een aantal stromingen. Bijvoorbeeld D66 wil helemaal geen volmachten meer. Ook niet dat de stempas overgedragen kan worden. Maar dat betekent dus dat je bijvoorbeeld oudere mensen ontneemt. Die bijvoorbeeld niet mobiel zijn om een stembureau te gaan, ontneemt dat ze een stem kunnen uitbrengen. Dat vind ik nogal ernstig. Ja. Maar er wordt verschillend over gedacht. Maar het gaat er dus om dat degene die de volmacht geeft, de volmachtnemer moet kennen. Mensen, dat gebeurt gewoon niet. Hier bij de SP en ons niet, maar ook niet bij de VVD en Wassenaar. Laten we hopen van niet. We hebben nou alles een beetje zo doorgenomen. Hè? U gaat in cassatie. Wat verwacht u van de cassatie, meneer Vrij? Ja, ik ben geen jurist. Ik ben maar een eenvoudige jongen. Maar ik heb begrepen dat het moet zo ingewikkeld zijn. Ja, die gaan dus juridisch. Die gaan weer opnieuw de zaak bekijken, zeg maar. Ja, was dat maar zo. Maar dat is niet zo. Want ik heb nu geleerd, dat wist ik ook niet, dat de feiten die het hof heeft aangenomen, ook al zijn die onjuist, vaststaande feiten zijn. En dat vind ik zo raar. Dus daarvan ben ik nu allerlei zaken voor papier aan het zetten om dus aan mijn advocaat te geven om dat te gaan verwerken. Ik begrijp ook dat het verweerschrift, dat je op een gegeven moment, dat heet dan middelen moet aanleveren. Ja. Zo is dat woord. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus dat is nog niet eenvoudig. En even voor mijn beeld, want in maart zijn er weer verkiezingen.
Goede kans dat u behoorlijk wat voorkeurstemmen gaat krijgen. Goede kans ook dat u eventueel kans maakt op een wethouderspost. Klopt het dan in mijn beeld van zolang die cassatie nog loopt, dat u niet gebonden bent aan die ene jaar niet vervullen van een openbare functie? Ja, die openbare functie, daar hebben we het over wethouder of gedeputeerde. Ja. Niet raadslid of statenlid. Het staat er los van. Uw conclusie is juist. Is dat dan ook de reden waarom je in cassatie bent gegaan? Of is dat puur echt alleen vanwege de inhoud van de uitspraak? Ja, ik heb wel eens vergeleken. Toen in 1989 een longarts uit Heerlen naar me toe kwam over de mijnwerkers, over onrecht gesproken. Toen heb ik me tot het uiterste ingezet om daar een regeling voor te krijgen. Ik kan niet tegen onrecht. En ik vind, nogmaals, die burgemeesterbenoeming, daar heb ik geen problemen mee. Mogen ze me zelfs voor opsluiten, liever niet, maar daar heb ik geen problemen mee. Maar de rest, dat vecht ik aan. Ja. Tot mijn laatste snik. Ik kan niet tegen onrecht. En daarom maak ik die vergelijking met de mijnwerkers in het zuiden, die ook altijd zeer onrechtvaardig zijn behandeld. Nu speelt die zaak dus al heel lang. Hebben we straks al gezegd, de muziek draait. Dat betekent dat we namelijk een eind aan het gesprek moeten gaan maken. Maar er zijn nog twee vragen die ik u wil stellen. Dan weten de heren van de muziek dat ook. dit heeft natuurlijk een enorme impact op u gehad, maar natuurlijk ook op uw gezin en omgeving. Hoe gaat het daarmee? Ik ben blij dat u die vraag stelt, want die vraag krijg ik bijna nooit natuurlijk. We hebben geen kerstmis gevierd dit jaar. Bij de uitspraak, bij de arrest was mijn vrouw bij, waren mijn kinderen bij, waren mijn kleinkinderen bij. Ik zat daar, Piet van Pol zat naast me en ik hoorde achter, wij waren met 50, 60 mensen. Ja, dan hoor je de mensen beginnen te huilen en zo. Maar van begin af aan, op 19 oktober 2012 bij de inval bij mij thuis, ik noemde, dat heet een juridische term, de doorzoeking. Bij de inval bij mijn thuis is ook bij mijn kinderen ingevallen. Je hebt er niets mee te maken. Dus we hebben daar allemaal een geweldige knauw door gekregen. Ik heb met heel veel Nederlanders gesproken die hetzelfde als mij hebben meegemaakt. En die hebben zelden. De impact is veel zwaarder dan nog de procedure die erna, bij wijze van spreken, komt. Als ik dat verhaal van meneer Van der Krij uit Den Bosch lees, dan zie ik daar vergelijking. Ik ben bij een ambtenaar op bezoek geweest, waar ook een inval is geweest. Die werd ergens van beschuldigd. Na 8 jaar is vrijgesproken. Overal vrij is gesproken, maar die heeft geen huisbel meer. Ik heb thuis ook geen huisbel. Omdat wij dat geluid nooit meer willen horen, dat ze 's morgens aanbelden. Niemand kan zich dat voorstellen, wat dat voor je gezin, voor je kinderen, voor je naaste omgeving betekent. Want u heeft geen kerst gevierd vanwege? Vanwege het arrest, niet gedaan. Nou, hoop ik dat u dit jaar weer kerst kunt gaan vieren, meneer Verhaai. Tot slot, echt tot slot. We hebben hier al een goede gewoonte om aan een gast een vraag te stellen. En in ieder geval vond ik hem wel mooi. Meneer Verhaai, u mag een tijdreis maken. Een tijdreis. Ja. Waar gaat u naartoe en waarom? Twee keer per jaar naar Estepona in Spanje. Dat ligt 60 kilometer boven Gibraltar. Heel rustig. Een tijdreis, zei ik, hè? Ja, maar wat moet ik daaronder verstaan dan? Nou, je kunt naar de toekomst, je kunt naar het verleden, je kunt overal naartoe. Waar gaat u naartoe en waarom? Nou, ik vind dus dat, kijk, ik heb waardering voor de. Ik zag daar meneer Marijnissen zitten en 94 in de Kamer gekomen. Ik was ook in de Kamer. Ik heb geweldig respect voor vechters. En die moeten zo godsgruwelijk lang vechten voordat sommige zaken anders geregeld worden. Dus ik hoop natuurlijk dat de SP een keer in de regering komt samen met de VVD. En dan. Dus u reist heel ver in de toekomst. Nou, ik had bij me willen zeggen, en dat ik dat samen met Marijn is, dat hij minister is en ik staatssecretaris. Maar dan moet ik eerst de zaak bij de Hoge Raad winnen. Ja, nou, dat wens ik u dan. Als dat het resultaat zou zijn, meneer Verhaai, wensen we u uiteraard heel veel succes met de cassatie. Sowieso heel veel succes de komende tijd. Dank voor uw komst naar Zout. Dames en heren, Jos van Rij.
Tijd voor muziek. Opgericht in mei 2011 timmert deze formatie uit Os al een aantal jaren aan de muzikale weg. De betekenis van hun bandnaam vindt u niet in het woordenboek, maar wordt door hen zelf omschreven als een moment van helderheid, een eye-opener zo gezegd. Normaal gesproken staan ze hier met z'n vieren, vandaag zijn ze met z'n tweeën. Een hartelijk welkom voor Danny en Frans, beter bekend als Gifter. Dankjewel. Take a look at yourself, take a look in the mirror. I was waiting for answers, but I've learned to let go. Ready to move, I'm ready for change. When I ask myself, nobody changed at all. One day you will understand. Notice she tenderness is making a loss. I'm speechless. Sometime you will understand. I'm speechless. Cause your loneliness is breaking my heart, my heart. Take a look at myself, take a look at the stars, the place where we first met, long before I let go. Answers I've been waiting for appear, while the tide is turning slowly, no urge to let go. No. One day you will understand. Notice that your tenderness is making a loss. Notice one day you will understand. Notice that your tenderness is making a loss. Speechless. Sometime you will understand. I'm speechless. Your loneliness is breaking my heart. My heart. Breaking my heart, stuck in my thoughts. Your tenderness made a lot. Love breaks my heart. This is probably the hardest part. Still no reward. There's always a limit, a limit of love. Leaves me speechless. Breaking my heart, I'm speechless. I'm speechless. I'm speechless. Cause your loneliness is breaking my heart, my heart. Thank you, girl. Thank you, Danny and Frans. Dames en heren, even een verzoekje vanuit mijzelf. Als hier twee mensen op het podium staan en je een mooi prachtig nummer tegen horen brengen, zou het fijn zijn als je respect heeft als u speechless luistert naar het nummer. Inmiddels een vertrouwd gezicht en geluid hier in Zout. Redacteur bij het Brabants Dagblad, soms gastinterviewer, maar vaker gastcolumnist hier bij ons. Een warm welkom voor gastcolumnist René van der Lee.
Goedemiddag. Er waren tijden dat normen en waarden in Os net zo populair waren als een vos in een kiphok. Het is genoegzaam bekend dat de marechaussee er in de jaren 30 aan te pas moest komen om die Ossenaren moorders te leren. Os geldt als de geboorteplaats van artikel 5. Elke overtreding wordt door de vingers gezien. Ze knijpen hier graag een oogje dicht. Het is verleden tijd, mensen. In 2018 zijn normen en waarden na de rookworst van Unox het belangrijkste exportproduct van Os. Ossenaren proberen nu de boze buitenwereld de les te lezen. Culturele processen voltrekken zich nooit van de ene dag op de andere. Het is altijd lastig om een kantelmoment aan te wijzen. Ik doe toch een poging. Ik denk dat het op 31 augustus 1994 gebeurde. Op die dag beet Jan Marijnissen, Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas, twee woorden toe. Even dimmen. Tot twee keer toe vroeg Wijsglas Marijnissen om zijn woorden terug te nemen, maar onze Jan verrekte het. Op tv zou de botsing tussen de twee politici nog vaak vertoond worden en als Twitter toen al had bestaan, zou het ontploft zijn. Trotse stadsgenoten van Marijnissen gingen de SP-voorman voorzichtig imiteren. Iedereen die uit de pas liep, kreeg de wind van voren. Even dimmen, je hoorde het Ossenaren sindsdien te pas en te onpas roepen. Het jongste slachtoffer van de Ossenstrijdkracht is rapper Boef. Die maakte begin van het jaar een paar vrouwonvriendelijke opmerkingen op de sociale media. Drie vrouwen die zo aardig waren geweest om hem midden in de nacht een lift te geven, werden door Boef weggezet als kegs, sletten. Daags naderhand gaf Boef nog meer van zijn wereldbeeld prijs. Meisjes die in korte rokjes lopen en alcohol drinken, dat zijn per definitie hoeren, aldus Boef. In vroegere tijden zou Os er zijn schouders over hebben opgehaald. Een idioot, vooral geen aandacht aan schenken. Nu was René Peters, de Os-afgevaardigde van het CDA, de eerste politicus die rapper Boef de oren waste. Peters riep op tot een boycott. Drie keer raden welk festival als eerste gehoor gaf aan de woorden van Peters. Precies, muzemissen uit Os. Boef was niet meer welkom in Os. Even dimmen, zo sprak organisator Penny Suppers hem toe. In 2015 rolde muzemissen nog de rode loper uit voor Ronnie Flex, bekend van de klassieker Drank en Drugs. Deze zomer komt ook Barry Hay met de Golden Earring naar het Jan Kunenpark. Ik heb mezelf af en toe als een imbecil gedragen, zei Barry vorig jaar nog over zichzelf. Moet ik nog over Herman Brood beginnen? In 1979, lang geleden, de hoofdact van het Pop-Os Festival. Er zijn Ossenaren die het nog steeds als de belangrijkste happening uit hun jeugd zien. Herman Brood was bepaald geen koorknaapje. Aan politiek correcte opvattingen deed hij niet. Niemand die effe dimmen riep toen Herman het podium opstapte. Os ging uit zijn dak voor hem. Gelukkig maar. Het einde is zoek als je muzikanten en kunstenaars langs de meetlat van het fatsoen gaat leggen. Herman Brood en Barry A. gebruikten karrevrachten vol drugs. Op de keper beschouwd is dat geen verstandige bezigheid. Rapper Boef kraamde een boel nonsens uit. Hij is 24 jaar, nog jong genoeg om te ontdekken dat hij er achterlijke inzichten over man-vrouw verhouding op nahoudt. Ossenaren die kunnen moeilijk maat houden. Even dimmen roepen tegen rapper Boef lijkt mij prima. Maar waarom moet hij helemaal in de ban worden gedaan? Wordt de wereld daar beter van? Vorige week zondag twitterde een bestuurslid van het CDA Os ook al hele lelijke dingen over Sylvana Simons. Meneer Verstegen vond het onbegrijpelijk dat deze allochtone azijnpisser, de woorden zijn van hem, niet van mij, überhaupt op tv mocht verschijnen. Ander voorbeeld. Brabants Dagblad-columnist Jaap van der Doelen sprak zich eind vorig jaar al uit tegen het interview dat Thierry Baudet hier in Zout kwam geven. Baudet zou geen podium mogen krijgen voor het verkopen van zijn waanzinnige flauwekul. Iedereen heeft recht op zijn mening, zullen we maar zeggen. Maar het fanatisme waarmee Ossenaren anderen de mond willen snoeren, begint wel op te vallen. Nog een jaar na zijn alom bejubelde vertrek, lijkt het alsof de rabiate pastoor Cor Menne toch behoorlijk wat navolgers heeft gekregen hier. Even dimmen, je zou het nu zelf tegen de Ossenaren willen zeggen. Ik heb in elk geval heimwee naar artikel 5. Dank je wel. Dankjewel, René. Een tijdje geleden was er nog gewoon een nieuw Tweede Kamerlid voor de SP. Maar dan plots ging het snel. Emiel Roemer stopte en zijn functie was vakant.
De SP-fractie stemde en toen was ze fractievoorzitter. Vandaag echter is ze hier als onze gastinterviewer. Een warm welkom voor Lilian Marijnissen. Goedemiddag. Ja, Lilian, dat is natuurlijk al lang geleden dat we die afspraak gemaakt hadden dat je hier zou zitten. Ja, klopt. Ja, wij wisten natuurlijk ook niet, jij net zo goed niet, dat het allemaal zo snel zou gaan. Maar goed, nou je hier toch zit, in je nieuwe functie, nemen we meteen de gelegenheid om baat om je toch even kort wat vragen te stellen. Hoe gaat het? Ja, nou je er toch bent, hoe gaat het? Nou, het gaat goed. Ja, ja. Spannende weken achter de rug, eerste weken. Snel gegaan. Benoemde je al? Nou, voor mij zeker, kan ik je verklappen. En ja, het is vooral spannende tijden tegemoet ook. Zeg maar eerst, ja, ik zei net al, hè, eerst gewoon Kamerlid, wat al een rare term is natuurlijk, maar dan vervolgens fractievoorzitter worden in korte tijd. Wat is er kort veranderd? Oh, joh, dat heel kan veel. Helemaal niet kort. Ja, heel veel. Sowieso natuurlijk het hele proces rondom het vertrek van Emiel. Komende week nemen we in de Kamer afscheid van hem. Nou ja, wat daar allemaal bij komt kijken. De hele media natuurlijk die daar bovenop springt. Die daar van alles van vindt. Van het vertrek van Emiel, van de rol van Emiel. Van de komst van mij, van mijn rol. Ja, daar heb je allemaal toe te verhouden. Natuurlijk heel veel in de partij zelf. Voor heel veel mensen was het ook een grote verrassing. Dus dat is belangrijk, dat goed gaat. Ja, en natuurlijk in zo'n eerste weken, hoe positioneer je je? Ja, ook al ben je daar zelfs niet per se altijd even bewust van. Dat is natuurlijk wel een feit, hè, dat daarnaar gekeken wordt. En dat iedereen daar ook weer een opvatting over heeft. Dat is dan toch ook net weer wat anders dan wanneer je Kamerlid zorg bent. Ja, en dat is best even wennen, ja. Ja, niet alleen voor jou, voor ons ook. Ja. Ik kwam binnen, toen zei hij, ach, ons Lilieke. Ja, nee, ik denk, ja, Lilieke, ja. Kan ik nog wel Lilieke zeggen? Ja, jij mag dat, ja. Vooruit, dat is fijn. Laatste dan, wat zijn je doelen? En dat is een wat doelen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er niet alleen over mensen wordt gesproken, maar ook met mensen. En nou in Den Haag is een soort wedloop aan de gang wie het beste de stem van de gewone man kan vertegenwoordigen. Hè? Het nieuwe kabinet Rutte heeft ook gezegd, daar willen wij voor zijn. Ja, en als ik dan zie in Den Haag hoe daarover gesproken wordt, maar dat er toch bijvoorbeeld, we hadden het daar straks al even over, er is wel geld, 1,4 miljard om aan de dividendbelasting af te schaffen. En eigenlijk om de aandeelhouders te paaien. Denk ik, ja, als je zegt ik wil er voor gewone mensen zijn, ik weet niet hoe het met u zit, maar dan denk ik niet per se aan die aandeelhouders die vaak ook... Die heb ik niet op het Malieveld zien staan, maar goed. Van buitenlandse komaf zijn. Dus ja, daar is nog heel veel te doen. Dinsdag is er een groot spoeddebat over Groningen bijvoorbeeld. Hè. Sinds vorige week natuurlijk ook bovenaan de agenda. Ja, dat vind ik echt ik vind dat exemplarisch voor hoe de overheid eigenlijk niet meer de bondgenoot is van mensen. Zo ervaren die mensen in Groningen dat echt. Die hebben niet meer het idee dat de overheid aan hun kant staat. En als je dat op je in laat werken, is dat heel ernstig. Dat doet heel veel met mensen. Dat doet niet alleen pijn en verdriet, maar dat wakkert ook een soort van cynisme aan. Dat moeten we volgens mij niet hebben. En ik hoop, ik hoop dat de SP wel die stem kan zijn van mensen die zich of in de steek gelaten voelen door de overheid, of die geloven dat dingen beter kunnen. Neem bijvoorbeeld de zorg, daar heb ik dat zelf gezien. Maar die niet het idee hebben dat er alleen maar over hun wordt gesproken, maar ook vooral met hun. Dat is een mooi doel, dankjewel. Alvast bedankt voor je komst vandaag. Lilian die gaat dus dadelijk onze volgende gast mee interviewen. Straks dan komt Ozan Akyol en dat doet Lilian voor zichzelf. Maar voor nu alvast hartelijk welkom Lilian Marijnissen. Ze voetbalde in de Verenigde Staten. Werd Nederlands kampioen met FC Twente. Behaalde een bronzen medaille op het EK van 2009. En is sinds vorig jaar de nieuwe manager vrouwenvoetbal van de KNVB. Maar het begon allemaal bij HVCA en Hees. Een hartelijk welkom voor Kirsten van der Ven. Lekker een stadionlamp hier. Ja. Ja, lekker warm, hè? Ja. Kirsten, welkom. Leuk dat je er bent, sowieso. Ja, nieuwe manager vrouwenvoetbal KNVB. Dat klinkt als een belangrijke rolsleutelpositie. Wat houdt die precies in, die functie? Hij is heel breed. Het
vrouwenvoetbal is eigenlijk gewoon geïntegreerd binnen de KNVB. Dus de marketingafdeling doet ja, de marketing van alle teams. Maar aangezien het vrouwenvoetballandschap nog snel verandert, hebben ze gekozen voor iemand die ja, hoog over meekijkt. Dus dat eigenlijk ja, een passende plek voor elk meisje, elke vrouw binnen het voetbal. En dan niet alleen de spelers, maar ook voor de trainers, kaderleden, de arbitrage en ook ja, voor de fans, want die hebben we tegenwoordig. Ja, nou en of. Ja. Ja, succes hè? Ja. Kirsten, je hebt een universitaire opleiding in psychologie en een lange carrière natuurlijk op het voetbalveld. Maar zijn daar voldoende kwalificaties voor deze functie? Is een beetje dosis bestuurs- en trainingservaring ook niet noodzakelijk? Nee, ik doe ook een trainerscursus. Kijk. Dus, momenteel. Maar nee, het is een trainerscursus. Of, ja, trainerervaring is eigenlijk niet echt noodzakelijk. Maar iets meer werkervaring zou denk ik wel fijn zijn. Maar dat ben ik nu aan het opdoen. Juist. Zo komt goed. Ja, want anders krijg je zo'n visuele cirkel, hè? Ja, je bent niet gekwalificeerd genoeg, want je hebt niet genoeg ervaring. Maar ja, om ervaring op te doen, zul je die functie moeten gaan bekleden. Ja, ja. Je moet ergens die ervaring op gaan doen, tenslotte. Jawel, en ik merk nu ook al dat... ja, ik zit met natuurlijk veel mensen aan tafel die veel meer werkervaring hebben dan ik. Maar die hebben nooit als klein meisje tussen de jongens gevoetbald of op een WK of zo. Dus, of in de VS gevoetbald. Nee, precies. Dus het gaat prima. Want je bent, ja, tot je 18 heb je bij HVCH gespeeld. Ja, 19e. Tot je 19e. Ja. En toen is het eigenlijk vanaf HVCH ben je meteen de overstap naar de VS gemaakt. Klopt dat? Ja. Daar zit niks tussen. Dus je gaat van HVCH, maar ik bedoel, ik kom zelf uit Hees, ik heb zelf ook nog ooit bij HVCH gevoetbald. Ik bedoel, leuke club. Maar ik weet ook dat het vrouwenvoetbal in de VS, sowieso Noord-Amerika, op een bijzonder hoog niveau staat. Ja, ja, ik had het geluk dat ik tot en met mijn 19e bij de jongens kon spelen. Dus met ook 19-jarige jongens. Ze speelden ook bijvoorbeeld tegen RBC A1 of Helmond Sport A1. Dus in dat opzicht, Amerika is ook een fysieker land in het voetballen dan Nederland. Wij zijn meer tactisch ingesteld, dus de fysieke kwam wel goed. Want de jongens waren meestal twee koppen groter in Nederland. Maar ja, het was wel een omschakeling om van drie keer in de week trainen naar zes, zeven keer in de week trainen te gaan. Maar gelukkig ging dat goed. Natuurlijk al geweldig om te horen, want als je als meisje tussen jongens staat te voetballen, die groter zijn en sterker zijn dan jij, maar je hebt daar dus blijkbaar wel gewoon je mannetje gestaan, om het zo maar even stom te omschrijven. Ja, in principe, want eerst de trainer van de A1, die zei, nee, geen meisje in mijn team. Ik ben aan het opleiden voor het eerste. Nee, dus die bestuur zei, de nummer 14 van de jongens, die haalt het eerste niet. Nou, oké, ze mag erbij. Maar als ze niks speelt of ze raakt gebaseerd, niet bij mij komen. Nee, oké. Toen in de kerst, toen zei hij al, ik heb nog nooit zo'n bikkel gezien. Dus dat was fijn. En Kirsten, ik weet nog, voor mensen die dat niet weten, wij hebben bij elkaar in de klas gezeten op de middelbare school, op TBL. En ik heb dat ook van dichtbij meegemaakt. Voetbal, zeker vrouwenvoetbal, was toen nog bij lange na niet zo populair als het nu is. Maar hoe heb jij zelf ervaren hier vanuit Oost inderdaad, TBL, voetballen bij HVCH, de overstap naar de Verenigde Staten? De andere cultuur, je gaat er in je eentje naartoe. Wat heeft dat bij jou betekend als je daarop terugkijkt? Ja, enorm veel. Ik denk dat hier, als je het over korte rokjes hebt, net in de... Dan wordt hier, als je dan... stond ik hier wel eens in ons in de kroeg. En dan zei iemand, wat doe je? En dan, voetballen. Hè, voetballen? Je hebt een rokje aan. Ja, maar ik ben nu niet aan het voetballen. Maar goed. Terwijl, dan kwam je in Amerika. En dan zag je meisjes in team. Ja, super harde slidings en hup. En dan na het douchen, hup, rokje aan. Tup, tup, tup. Gingen ze weer naar school toe. En dat was wel leuk om te zien dat daar... Dat stereotype wat wij hier eigenlijk op het voetbal hadden geplakt, was daar helemaal niet. En was ergens ook wel heel bevrijdend. Dat je dus gewoon eigenlijk kon zijn wie je wilde zijn. En gewoon lekker kon voetballen. Dus en ook gewoon dat je werd gewaardeerd, dat er veel mensen kwamen. En dat je de kans kreeg om elke dag te trainen. En je dus ook echt kon ontwikkelen. En niet, Want jij combineerde daar het voetballen met je universitaire opleiding, hè? Ja, ik speel dus voor zo'n university team. Dus dan krijg je een... een studiebeurs en ga je naar school en dat is ook allemaal aangepast. En dan is perfect geregeld. Ja, ja. Is in die zin, kan Nederland daar nog iets van leren als je het hebt over... En neem je dat nu ook mee in je huidige werk? De ervaring die je daarmee hebt opgedaan? Ja, ik denk wel
De KNVB heeft de afgelopen 10 jaar de jeugd op talentenacademisch voor zijn rekening genomen. Ja, afgelopen week zijn we daarmee gestopt. Dus ja, het was een pittige week. Veel ouders die natuurlijk helemaal over de vlos waren. Maar nu is het landschap wel klaar dat de clubs het gaan doen. Dus dat meiden niet meer uit huis hoeven, heel ver. En dus we proberen wel steeds zo het, die dingen aan te passen. En daar kan ik inderdaad wel mijn kennis van Amerika mee, meenemen. Ja, ja. Hey, en even naar het heden. Het vrouwenvoetbal is natuurlijk afgelopen jaar enorm in de belangstelling gestaan. Al was het maar dat ze stukken beter presteren dan onze heren. Ja. Ik dacht dat je ging zeggen, stukken beter presteren dan voorheen. Nee. Even dimmen. Nee, even dimmen. Nee, zeker niet. Maar ik weet, want wij hebben natuurlijk ook veel contact over hoe het allemaal gaat en zo. En jij hebt ook in jouw sportcarrière onwijs veel sportieve hoogtepunten gehad. Je was de eerste die scoorde voor het Nederlands elftal ooit, toch? Op een WK? EK. EK. Nou ja, hè? Dat kun je in je zak steken. Maar je hebt... Eigen goal. Nee, maar... Dat was het niet al, jongens. Nee, ik heb nog nooit een eigen goal gescoord. Niks van jouw carrière, Steenbakker. Ja. Niks van aantrek ik eens. Een beetje zo zitten. Ja, precies. Ja. Die eerste goal. Nee, maar dat is toch machtig mooi. Dat gaat de geschiedenisboeken in. Je was de eerste die voor het vrouwenteam op een EK een goal maakte. Weet je, dat is het begin. Nou, dat was het niet het begin, maar goed, voor heel veel Nederlanders denk ik wel het begin om in aanraking te komen met vrouwenvoetbal. Nou, we hebben afgelopen jaar gehad een onwijs succes. Jij hebt als sportief gezien van de zijlijn meegemaakt natuurlijk. Hoe was dat? Ik was natuurlijk... Want je kende heel veel van die meiden die natuurlijk nog... Ja, de meeste, zat je zelf eigenlijk bijna allemaal. En de meeste was bij hun debuut. Dus dan moest je ze geruststellen. Van, nou, komt goed, joh. In het begin dacht ik, oké, hoe gaat dit zijn? Want, wat was jouw rol toen? Hoe, ik was ambassadeur van het toernooi. En dan met name van de speelstad Tilburg. Zo was wel fijn dat ik toch nog enigszins een rol had. Want anders dan, je kent natuurlijk het bekende zwarte gat. Ja. Na de topsportcarrière. Maar gelukkig merkte ik al meteen bij de eerste wedstrijd dat ik... je weet hoeveel die meiden ervoor doen. En zoals je zegt, ik ken ze allemaal. Ik heb ook met allemaal nog contact altijd. Dat ik toch wel echt wilde dat zij het goed gingen doen. En dus daar was ik heel blij mee. Ja, ja. Want ik wou ook zeggen, je hebt heel veel sportieve hoogtepunten gehad. Maar ik weet ook van al die tijd dat er regelmatig blessures waren. Bijvoorbeeld, waardoor je of even gas terug moest nemen. Of hoe was dat voor een topsporter? Of hoe is dat voor een topsporter? Ja, dus denk ik niks zo frustrerend dan een blessure. En ik heb veel knieblessures gehad. Dat was natuurlijk niet fijn, maar op het einde had ik veel hoofdblessures. Ik heb denk ik een elftal aan hersenschuddingen. En dat is wel echt een ander kaliber van blessures. Want dan, ik denk dat ik iemand ben die graag in het leven staat. En dan moet je in één keer 4 maanden in je kamertje. En je kunt de lamp in de badkamer aanzetten, want in zo'n lamp... Nee. Zou het niet goed zijn? Je had dat direct gehad met voetbal. Super. En dat had direct met het voetbal, dat was een voetbalgerelateerde blessure. Een hersenschudding of wat had je? Ja, de eerste keer kopte ik een bal weg. En toen kopte iemand nog daarna eigenlijk vol in mijn gezicht. Zo kom ik zo in Star Wars. Helemaal. Maar goed, nu gaat het weer goed. Maar het is wel pittig. Ja, ga maar 4 maanden in je bed liggen. In één keer win je ook geen spelletjes meer. Want het werkt allemaal toch wat minder. Maar gelukkig... Maar dat was wel ook een van de redenen waarom ik zei... Het is genoeg geweest. Ja. Maar was het een moeilijk besluit, lijkt me? Want je wil... Ja, ik had hem eigenlijk wel 3 herschuddingen eerder moeten nemen natuurlijk. Maar ik wilde per se het WK spelen. Ja. En dat was een droom. En toen ik dat had gespeeld, toen ging ik daarna naar Twente... Toen zei die trainer ook, maar wat wil je nog? Ik zei, van alles. Hij zei, en toen merkte ik ook eigenlijk dat al mijn teamgenoten bij Twente... eigenlijk de carrière wilden hebben die ik had gehad. En toen dacht ik ook, als klein meisje kon je ineens profvoetballer worden. En uiteindelijk was profvoetballer geweest, EK, WK, Champions League. Ja, zei hij, wat wil je nog? Zei ik de trainer. Ik zeg, Champions League winnen. Of het EK winnen. Ja, dat duurt nog lang. Nou ja... Helaas niet, maar het is goed zo. Ja, zo kijk je erop terug. Het is goed zo. Ja, want toen wij natuurlijk het EK 2009 hadden... toen hebben mensen ook tegen de generatie van voor mij gezegd... God, als je dit toch mee had kunnen pakken. Ja. Ik bedoel, hopelijk
kunnen we de komende 30 jaar zeggen, dan weten we dat we op de goede weg zijn. Hoe belangrijk is het winnen van prijzen voor het vrouwenvoetbal? Ja, helaas. Toch enigszins helaas. Schijnbaar moet mannenvoetbal is eigenlijk de enige sport, denk ik, die ja, ook gewoon altijd aandacht krijgt. Verder moet denk ik elke sport in Nederland prijzen winnen om aandacht te krijgen. En dat hebben we bij het vrouwenvoetbal ook gezien. Maar goed, het is ook een extra goede motivatie. Nou, er is een hele discussie over de beloning, hè? Van mannen en vrouwen überhaupt in de samenleving. Het is nog steeds zo dat vrouwen voor hetzelfde werk als mannen en hetzelfde aantal uren toch minder betaald krijgen, overal gezien. Nou, in het voetbal is dat natuurlijk helemaal zo. Ik hoorde gisteren Messi, 285.000 euro per dag. Ja, maar dat verdiende ik ook wel ongeveer. Ja, oh, daar zat je ook. Ongeveer. Ja, de Zweedse kroon werkt anders, hè? De Zweedse kroon, ja, oké. Okay, wat verdien jij, Kirsten? Nou, genoeg om van te leven en ook wel om van te sparen. Okay. Niet, ik zeg nu als ik ben met pensioen, maar nee, dan niet helemaal. Maar voor mij was het echt meer dan een droom die uitkwam. En daar ben ik super dankbaar voor. Dus het was echt gewoon heel goed. Ja, nou, dat is heel positief. Ja. Ja, maar moest je wel voor naar het buitenland. Ja, maar bij FC Twente zat dat er niet in. Bij FC Twente zat dat er niet in, nee. Nee, want ik geloof dat de Deense bond, zo, die heeft de salarissen, of de Noorse, die heeft de salarissen al gelijk getrokken. De Nooren hebben gestaakt volgens mij en de Deense hebben het gelijk getrokken. Ja, andersom. Of andersom. Maar daar, okay. Ja. Hoe zie je dat in Nederland? Of denk je überhaupt, vind je dat relevant? Ja, ik denk wel dat het relevant is. En toen ik in Nederland zat, zat ik wat in de spelersraad. Dus toen was ik degene die er tegenaan schopte van we moeten meer. En nu moest ik zeggen, nee meiden, jullie hebben genoeg. Even dimmen. Nee. Maar, kijk, en dat is natuurlijk het ding dat in de maatschappij zo scheef is. Dat is denk ik echt heel kwalijk. En dan moet het gelijk. En voetbal moet mee. En dan is tegelijkertijd voetbal ook nog een business waarbij, ja, helaas de verschillen in inkomsten zijn ook nog enorm groot. Vrouwenvoetbal, de geschiedenis is natuurlijk nog veel langer. De mannen zijn echt al geëstablished. En bij de vrouwen moeten we daar gewoon nog aan werken. Maar goed, dat is ook omdat de KNVB bijvoorbeeld heel lang heeft gezegd, nee, vrouwen mogen niet voetballen. Maar nu zit ik bij de KNVB en dan zie ik ook echt wel, de commerciële regeling, zoals het dan heet, is wel 4 keer omhoog gegaan, minstens. Dus de KNVB neemt echt wel zijn verantwoordelijkheid en doet zijn best. Maar bijvoorbeeld dat toen in de Kamer kamervragen over werden gesteld. Toen zei ik, nou, ik ga mee naar die minister. Want volgens mij moet het ook in de maatschappij. Daar begint het. Want in het voetbal is het ergens nog ook echt verschillen van inkomsten. De vrouwen genereren gewoon minder. Maar goed, dat moeten we met want dat argument wordt dan natuurlijk steeds gegeven. Hè? Van ja, maar er kijken ook minder mensen naar. En daardoor levert het minder op. Dus daardoor verdienen ze ook minder. Ja, en ik denk dat we daar de tv-zenders verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En ik denk, nou ja, nu, als we afgelopen zomer hebben gezien, ik wil vragen wie heeft iedereen gekeken, maar dan zie ik toch niet wie er heeft gekeken. Wij zien niks. Maar toch een hoop. Okay, ja. Maar ook nog genoeg zielen te winnen, dus ik zit hier goed. Ja. Maar, ja, want het is natuurlijk wel te gek dat je nu, je bent chef vrouwenzaken bij de KNVB, toch? Vrouwenvoetbal, hoofdvrouwenvoetbal. Wat is je, hoe ga je dat doen? Wat is je plan? Hoe ga je dat, want iedereen, steeds meer mensen zien dat er een enorme potentie zit. Wat is je plan? Hoe ga je het aanpakken? Ja, dat is een goede vraag. Nee. Wat hoop je te bereiken? Toch echt wel dat er, ten eerste dat meiden gewoon echt een plek hebben waar ze lekker kunnen voetballen. En gewoon al de 5-jarige meisjes, dat het niet meer is van, dat ze maar samen in een team worden gestopt en op het verste veld, op de rotse tijden. Nee, dat er gewoon goede tijden komen met goede trainers. Ik denk dat we over het algemeen een kwaliteitsimpuls moeten doen. Ja, eigenlijk gewoon op alle fronten verbeteren. Maar het loopt echt al heel goed bij de KNVB, vind ik. En je merkt dat overal binnen de maatschappij, voor het eerst zijn de tv-rechten van de Oranje Leeuwinnen verkocht. Dus ik hoop, ik denk dat we afgelopen zomer hebben gezien dat er veel potentie is. En degene die de waarde er niet van inziet, dat is denk ik eerder een gebrek aan inzicht dan dat er geen waarde in zit. Kerst, herenvoetbal heeft nog wel te kampen met vervelende nevenverschijnselen zoals hooligans en dergelijke. Dat zie je bij het vrouwenvoetbal helemaal niet. Het hele EK heeft iedereen gebroedelijk langs elkaar gezeten volgens mij, verschillende landen. Hoe kan dat? Nou ja, heeft natuurlijk ook te maken met die cultuur die de vrouwen dus nog minder lang hebben opgebouwd. Maar je ziet ook de
toen we in, was het, oktober geloof ik, de kwalificatiewedstrijd in Groningen hadden, was het stadion uitverkocht binnen 3 dagen. En dus, geloof 80% van de mensen die dan komen, komen normaal niet naar het stadion. Dus het is ook echt een hele andere doelgroep. Ja. En, maar de speelsters, ik denk dat dat ook veel doet. Die zijn heel toegankelijk en zijn ook heel erg samen. Ja, ik hoop dat we de cultuur zo kunnen houden. Ja, nou, ik met jou. Maar is het mogelijk, zeg maar, om vanuit jouw functie daar aandacht aan te besteden, ook richting dat mannenvoetbal? Ik heb genoeg te doen bij het vrouwenvoetbal. Oké. Nee, maar ik zal mijn best gaan doen. Laatste vraag. Wie staat er op dit moment beter voor? Nederlands mannen elftal of vrouwen elftal? Ja. Makkelijker hoor. Goeie vraag. Nee, ik bedoel, wij zijn nog in de run voor het eindtoernooi. Jongen, dat is toch hartstikke duidelijk. Vrouwen elftal staat er gewoon beter voor. Ja, maar kijk, die mannen vallen ook onder de KNVB. En die collega's die met de mannen werken, die moet ik ook. Ja, oké. Okay. Die moet ook nog... Heel diplomatiek. Ze moeten nog terug morgen. Ze doen hun best. Nee. Nou, Kirsten, sowieso ontzettend bedankt voor je komst hier naartoe. En heel veel succes met je komende functie. En we houden jou in de gaten. We kijken over een aantal jaar, dan vernodig je weer uit. En kijken hoe ver ben je inmiddels met jouw doelen. Ja. Dames en heren, Kirsten van der Ven. Succes. Bedankt. Afgelopen mei kwam een nieuwe single uit met de naam Speechless. We hebben het zojuist mogen horen. Waarmee ze scoorde in de indie charts. Logisch, want hun muziek wordt omschreven als indie rock of soms power rock. Hopelijk laten ze ons weer sprakeloos achter na een tweede optreden. Hier is Gifter. Dankjewel. Leaving it behind the way it was. The way it's gonna be, last goodbye to all familiar things. One step ahead of everyone is all I've ever known, is all I've ever known. We're I'm leaving it tonight, escape in the dark, escape from the part where it turns out. It always been too hard if you walk a line of great unknown. Just don't look back, don't look back. Chasing dreams far away, I'm moving on. Out in the open, chasing dreams far away, I'm moving on. Moving on and on. We're moving.
Een man van vele talenten. En een ervan is dat hij zichzelf telkens opnieuw weet uit te vinden. Iets wat vaak gepaard gaat met de een of andere verzonnen titel. Hoe dan ook weet hij hiermee vaak aandacht te genereren en zijn zaak op de kaart te zetten. Brengt 2018 iets nieuws of is hij voorlopig tevreden als chef staatspersbureau? We gaan het zien en huren. Hier is Theo van Duren. Goedemiddag, burgers van de Vrijstaat Land van Ravenstein. Ik weet niet dat u het buitenlands nieuws nog een beetje volgt. Maar ik denk dat we mooi op tijd afscheid hebben genomen van Nederland. Want die zijn er al een hele tijdje helemaal fout bezig met het alfabet. Ze gebruiken namelijk letters voor clubjes van mensen met een andere liefhebberij dan hetero's. In mijn vroege jeugd kenden we dat woord trouwens helemaal niet bij ons in het dorp. Wij noemden dat normaal. En verder had je homo's en lesbische. En meer was er niet. Althans, dat dacht ik. Tot ik op de middelbare school leerde dat er nog een categorie was. Dat was biseksueel. Dat is een geaardheid die door Gerard Reve fraai werd omschreven als hij lust van het hele varken. Vervolgens heeft het heel lang geduurd voor ik merkte dat er nog een categorie was bijgekomen, de transgenders. Dat is weer complexer. Man valt op man, vrouw valt op vrouw. Snap ik, man of vrouw valt zowel op man als op vrouw. Is ook allemaal nog overzichtelijk, maar man voelt zich vrouw en vrouw voelt zich. Man is al moeilijker voorstelbaar. En het beeld wordt pas echt diffuus als ze na een geslachtsverandering uit de kast komen als homo of lesbisch. Maar goed, het is wel een duidelijk te onderscheiden club. En hiermee hebben we dus vier categorieën en die worden aangeduid met een letter LHBT. Ik dacht dat we er waren met deze vier categorieën tot ik een tijdje geleden een strip zag van Sigmund in de Volkskrant. Ik volg het buitenlands nieuws helemaal. En daar mochten de lezers die week een tekstballonnetje invullen. En dan zie je dus een tekening van die hitsige psychiater tegenover een hele rij mensen. En die hebben allemaal een bord vast waarop hun geaardheid, dat is mijn letter, waarmee de geaardheid wordt aangeduid. Dat blijken inmiddels 8 groeperingen te zijn. Na LHBT zijn er, zonder dat ik er erg in had, 4 aan toegevoegd. QIAP. Volgens Wiki komt de Q van queer. Dat noemen ze een paraplu-term voor mensen die zich afzetten tegen hokjesdenken. Het is een leuke groep. Ze wekken de indruk, dus ze lusten van het hele varken, zeg maar willen niet in een hokje geplaatst worden, omdat ze tegen hokjesdenken zijn. En die vinden elkaar dan in hokje Q. Daar hou ik ontzettend van. Dan de I, dat staat voor intersexen en dat betreft mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Het is ook goed dat die zich verenigen, terwijl ik eigenlijk denk, ze hebben eigenlijk helemaal geen clubje nodig. Dan krijg je de A, dat staat voor aseksueel, mensen zonder behoefte aan seks. Dat is een vreemde eend in de bijt, want het is toch zoiets als aansluiten bij de atletiekunie met een groep die niet van sporten houdt. Dan heb je tot slot de B. En die staat voor panseksuelen. Die vallen niet op geslacht, maar op karakter. Dat is ook een groep die een plekje verdient onder de regenboog, want ze zijn allemaal even lief. Want zij bieden hoop aan iedereen die het niet getroffen hebben met hun uiterlijk. Dat zijn ze dus alle 8. Het is allemaal nog heel overzichtelijk, maar blijft het daarbij? Ik vrees van niet. In juni vorig jaar was er een opstootje tijdens de jaarlijkse Rotterdam Pride Walk. Daar liepen tegen de wil van de organisatie homo's mee, die zich hebben verenigd in de Dutch Gay Servatives. Die onderscheiden zich weer van de rest, omdat ze politiek een rechtse signatuur hebben. Daar werd knokken. Die gingen dus op de vuist met mensen van hun eigen letter. En dan is er maar 1 oplossing. Nieuwe letter. De vraag is dan wat de andere rechtse mensen in de verschillende groeperingen gaan doen. Gaan ze zich allemaal verenigen onder de R? Ik denk het niet. Want wat moet een rechtse panseksueel, die dus niet op fysiek valt, maar op karakter, wat moet die met een rechtse aseksueel met een verdorven karakter? Dat gaat niet lukken onder 1 letter, dus dat worden 8 nieuwe letters. Dan kun je er gif op innemen dat het niet lang duurt of ook godsdienst gaat een rol spelen. Wederom een splijtswam van je welste, waar heel wat letters mee verloren gaan.
En dan ben je er nog niet, want je kunt erop wachten dat zo eind oktober volgend jaar onder de rechtse transgender moslims de pleuris uitbreekt over Zwarte Piet. Wat dan weer overslaat naar lesbische en interseksuelen met een slavernijverleden. En dan haal je het niet met 26 letters. En dan doemt het schrikbeeld op van minderheidsgroeperingen zonder letter. Dan heb je dus geen identiteit. En let op, zonder identiteit ook geen subsidie. Dus die worden dubbel gepakt. Dan krijg je dus weer een nieuwe groepering van slachtoffers van mensen zonder letter. Dit is gelukkig in de Vrijstaat allemaal niet aan de orde. Want we hebben namelijk hierover een artikel, een grondwetartikel, dat hebben we gepikt van de Hollanders. En dat is artikel 1. Daarin staat namelijk dat het niet is toegestaan om onderscheid te maken op basis van ras, godsdienst, geslacht, liefhebberij of wat voor grond dan ook. Die Hollanders gebruiken dat artikel niet meer en dat is ontzettend stom. Wij gaan dat mooi wel doen, want door iedereen gelijk te behandelen heb je geen minderheidsgroeperingen meer en houd je alle letters van het alfabet beschikbaar voor waar ze voor bedoeld zijn. Praten en schrijven. En weet je wat ook heel fijn is? Als je per ongeluk een letter vergeet met praten en schrijven, dan is dat geen discriminerende actie om een minderheidsgroep te kwetsen, maar gewoon een spelfout. Dank jullie wel. Leven de Vrijstaat. Dank je wel, Theo. En ze staan alweer klaar voor hun laatste optreden deze middag. Maar je kunt ze in mei dit jaar gaan zien, want dan komt een nieuwe EP uit. Maar zoals gezegd, voor nu laatste optreden, dames en heren, Danny en Frans Gifter. Used to build up walls, but I've seen them fall. There were no open gates, there were no expectations. Maybe we're done by now. Did it work out well? Now you're lost for words before you fall down. The same sun, holding on till it's all done. Stop fighting effects on your own. You're running in circles for too long. Maybe we're done by now. Didn't work out well. Didn't let them down. It's changing perspective. We're all under the same sun. Holding on till it's all done. Stop fighting effects on your own. You're running in circles for too long. We're all under the same sun. Holding on till it's all done. Stop fighting effects on your own. I've been falling down for too long. So overcome all your flaws and turn around all your sorrows and come along with the sun. Remember that you've won. Overwhelmed but overcome. Fighting effects on your own. I've been falling down for too long. We're all under the same sun. Start fighting effects on your own. I've been falling down for too long. Thank you, Rob.
Dankjewel, Gifter. Compliment aan uw publiek. Klinkt beter, hè, zonder al daar gelul doorheen. Hij is schrijver en woont en werkt in Deventer. Hij is bekend van de semi-autobiografische romans Eus en Turis en van columns in diverse tijdschriften en kranten, waaronder het Brabants Dagblad. Vorig jaar presenteerde hij de televisiedocumentaire De Neven van Eus. Graag geziene gast bij diverse talkshows, vandaag hier in Zout, waar hij in gesprek gaat met Lilian Marijnissen. Een hartelijk welkom van Özan Akyol. Mag ik Eus zeggen? Ja, jij wel. Ja, fijn, dankjewel. Dankjewel. Welkom in Os. Je zei, je was hier een paar maanden geleden nog voor je boek in de Biep. Nou, niet specifiek direct voor het boek, maar wel voor een lezing in de bibliotheek hier. Ah, ja. Waar ging die over dan? Over het boek. Ja. Een beetje wijsneuzerig gaan zitten doen. Ja, goed. Ja. Ja. Maar het was heel druk, was heel leuk. Heel aardige mensen hier in Os. Ja. Dat is zeker zo, ja. Ja. Hey, welkom. In oktober is je tweede geboren, je tweede kind. Hoe is het thuis nu met jou? Ja, het is wel heel zwaar. Ja, want het is een heel lief kindje, maar slapen lukt nog niet echt. Dus hij is heel vaak wakker 's nachts en wij dus ook. Dus, sorry? Oh, dus we hebben gebroken nachten. Ja. Ja. Maar het gaat wel goed. Je schreef laatst ook over in het Algemeen Dagblad, waar je columns schrijft. Ja. Dat je graag de beste vader ter wereld wilt zijn. Ja, klopt. Is gelukt. Lukt, ja. Ja. Maar nou, dan houdt het wel zwaar. Ja. Nee, ja, nou, weet je, ik heb gewoon een vrij turbulent bestaan. Ik schrijf 5 columns per week. Ik doe heel veel lezingen, doe veel tv. Dit zijn gewoon de tropenjaren, zoals iedereen ons ook toevertrouwt. En dat geloof ik wel. Maar soms is het wel echt oppassen dat je niet verzuipt. Dat allemaal te veel wordt. En daar moet je wel een goede balans in vinden. Maar gelukkig hebben wij, ik heb schoonouders die heel goed meedoen. We hebben een heel lief oppasmeisje. Mijn moeder komt regelmatig, dus we kunnen ook wel delegeren. En dat moet wel als je ambitieus bent, denk ik. Ja. Hey, en jouw eigen vader is ook een hoofdpersoon in een van je boeken. Je schrijft daarover, hè, dat, kort gezegd, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je nooit zo heel erg veel aan hem had, als ik het zo mag samenvatten. Ja, hij liep vooral in de weg. Ja. Hij liep vooral in de weg. Ja. Ja. Hoe heeft dat invloed op jouw eigen, zoals je nu je eigen rol als vader beleeft? Ja, maar dan wel, je zou zeggen, als je mij zo bezig ziet op een positieve manier, want ik ben een hele lieve vader voor mijn kinderen en ze krijgen alles wat ze willen, maar dat is ook meteen het probleem. Ze krijgen alles wat ze willen. En alles? Ja, nou goed, wat ze willen. Hè. Dus ze kennen gelukkig, ze kunnen, weet toch niet alles wat er is, maar BMW, dat kunnen ze nog niet. Nou, mijn dochter heeft wel een Mercedes. Oh, ja, een kleine Mercedes met een elektrische aandrijving. Dat is serieus. Maar, bijvoorbeeld zij is, iemand heeft daar ooit chocola gegeven. En mijn dochter is trouwens amper nog niet 2. En ze is ook dol op chocola. En mijn dochter is ook heel driftig, heel veel temperament heeft ze. En is niet iemand die snel inbindt. Dus dan, bijvoorbeeld van de week wilde ik haar naar de crash brengen. Maar dan gaat ze op de grond zitten. Is ze boos, gaat ze huilen en zegt ze choka, choka. Dat is haar woord voor chocola. Choka, choka. En dan mijn vriendin zegt van nee, dat gaan we niet doen. Want de opvoeding is begonnen, zegt ze dan. Ik zeg oké. Wat dan? En toen ging mijn vriendin even naar de wc. En toen pakte ik snel een stuk chocola uit de kast. Niet. Nou, ik kan er gewoon heel slecht tegen dat mijn dochter dan op de grond zit te huilen en verdrietig is. En ja, ik weet niet of manipulatie is, maar jij komt met die chocola, dus ik denk. Ja. Toen gaf ik een stuk chocola. Ik zei snel eten, maar ja. Had ze het op voor je vriendin terug? Nee, ja, nou. In
grote delen waren wel weg. Alleen haar gezicht zat helemaal onder de chocola. Dus toen kwam mijn vriendin terug, die vroeg wat is hier gebeurd. Ik zei, weet ik ook niet, weet je. En toen, ja, maar dat zijn wel momenten, ik zeg het nu een beetje grappig en zo. Maar dat zijn wel moeilijke momenten, mm-hmm. Want je moet eigenlijk nee verkopen. En in mijn jeugd was gewoon altijd alles nee. Ook zullen mijn verjaardag misschien dit keer wel een keer vieren, was ook altijd nee. En ik sta een beetje door de andere kant op. Mm-hmm. Dus dat is wel moeilijk om daar een balans in te vinden. Ik wil natuurlijk ook geen monsters afleveren die helemaal verpest zijn omdat ze alles hebben gekregen wat ze wilden. Dus dat vind ik, ja, opvoeden is ook een uitdaging. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Hey, andere familieleden van jou, daar hebben wij kennis mee mogen maken in een tv-documentaire die je hebt gemaakt. Mm-hmm. De Neven van Eus getiteld. En je bezoekt daar eigenlijk verschillende familieleden van je met hun verhaal daarachter, hè, als ik het zo mag zeggen. Hoe is het nu met hen? Dit is niet echt een sympathiek antwoord, maar ik heb niet met allemaal contact eigenlijk. Sterker nog, alleen met twee mensen heb ik regelmatig contact. Ik heb kort nadat de documentaire werd uitgezonden wel even iedereen gecheckt of ze veilig is en of er niks aan de hand is daar verder. Maar daarna is dat contact toch weer verwaterd vanwege de afstand, vanwege de verschillen in hoe we zijn opgegroeid. Maar ja, ze hebben er geen last van gehad. Ze zijn niet naar aanleiding van die documentaire. Want er waren natuurlijk ook een aantal familieleden van jou die bijvoorbeeld best wel kritisch waren over Erdogan. Wat er allemaal in de huidige Turkije gebeurt. Ja, er is in Ankara één situatie zich voorgedaan dat de mensen met wie ik daar in een café zat. We zaten naar een voetbalwedstrijd te kijken, geloof ik. Drie dagen daarna is de Turkse recherche daar binnengekomen. En die waren getipt. En toen werd gezegd dat er propaganda bedreven zou zijn. Dus toen moesten wij dat materiaal dat we hadden gemaakt in dat café opsturen. En toevallig was dat echt heel onschuldig materiaal. Totaal geen politieke boodschappen, helemaal niks. Toen hebben ze dat gezien en toen liet ze de zaak weer rusten. Maar voor de rest hebben we helemaal nergens. Maar dat materiaal moet dan naar de Turkse politie? Of? Naar de ambtenaren die uiteindelijk gaan beoordelen of daar propaganda is bedreven of niet. Ja, ja, wow. Ja. Als je kijkt naar de huidige situatie in Turkije, hoe duid jij dat nu? Dat is een grote vraag, omdat er heel veel ontwikkelingen zijn. De machthebber zit stevig in zijn zetel en die zal voorlopig nog wel zitten. Alleen je ziet wel dat de weerstand groeit. Ja. Dat wat hij voor ogen heeft en ook uitspreekt, namelijk een vrij... het presidentieel systeem hebben we natuurlijk gezien, dat referendum. En daar zullen straks meer maatregelen bij bedacht worden. Dat de weerstand daartegen wel enorm groeit. Dus vooral 2018, dit jaar, zal nog wel rustig zijn. Maar 2019 wordt wel een spannend jaar. Want dan gaan de mensen stemmen. Er is weer een nieuwe oppositieleider opgestaan. Ook conservatief, maar dan net iets anders. Iets minder eng. En dat is een vrouw trouwens. Dus die strijd wordt wel interessant. Ja. Nou, dat vond ik ook mooi in jouw serie om te zien. Dat als wij de beelden hier zien van Erdogan en de mensenmassa's met de vlaggetjes. En Erdogan die roept, wat zei je nou, dat wij een overblijfsel zijn van het fascisme of zo in Nederland. Dan schrik je niet alleen van, maar dat lijkt al heel erg als een eenheid uitzien. Maar in jouw serie kwam ook echt naar boven dat dat dus helemaal niet zo is. Dat er ook in Turkije wel degelijk een enorme diversiteit is. Ja, nee, dat wist ik altijd al wel. En ik weet dat Os ook wel een vrij grote Turkse populatie heeft. Hè? Was Thomas en Drijven ook hier? Ja, mijn vader die kwam werken bij Thomas en Drijven in Deventer. Maar ik weet dat zij overal de fabriek hebben gehad. Wat mij ook vooral stoorde hier in Nederland was dat het beeld van Turkse Nederlanders niet klopte, onvolledig was. Omdat inderdaad de groep die zich misdroeg en die er nogal enge conservatieve denkbeelden op nahield. Die groep is er gewoon en die zagen we bijvoorbeeld in Rotterdam op de brug. Die zagen we bij de Turkse ambassadeur die tegengehouden werd. Zagen we hoe zij tekeer gingen. Ja. Die groep is er inderdaad. Maar die groep wordt ook heel erg overschild. Niet overschild, die andere groep waar jij het over had, die wordt enorm overschild. En ik wilde die mensen ook een stem geven. Ik wilde laten zien waar zij voor staan. En dat was vooral mijn missie.
bij het maken van deze documentaire. En dat is volgens mij wel aardig gelukt. Smaakt het niet naar meer? En dan bedoel ik dat soort van tv-documentaires maken? Waarbij je echt in een onderwerp duikt. En, Ja, maar dat ga ik ook doen. Dus inderdaad, ja. Zijn er plannen? Jij weet dat er plannen zijn. Ja, ik dacht, misschien wil je er iets over vertellen. En dan heeft het Brabants Dagblad daar ook iets om te schrijven. Ja, nee. Toch? Maar juist daarom zeg ik het niet. Oké, jammer. Nee. Ja, nee. Ik ga zeker voor de televisie meer reizen. Maar ik wil ook weer naar Turkije. Vooral in 2019. Dus als het spannend gaat worden, wil ik weer daarheen. Het probleem is nu wel alleen dat ze me iets minder aardig vinden dan daarvoor. Ja. Dus ik moet echt gaan... Merk je dat ook hier? Merk je daar iets van? Ja. Gaat dat zover? Ja. Dat merk je wel erg, ja. Dat merk je... Aan? Ja, kijk, die bedreigingen, ik ga daar niet meer over beginnen. Die zijn er altijd wel geweest en zo. Maar je ziet ook hoe... Ik krijg signalen van... Maar daar mag je eigenlijk niet over praten. Nou, je weet hoe het bijvoorbeeld... We zijn onder ons in Oslo. Nou, die mensen van de Brabants Dagblad moeten zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn instanties hier die voor de Turkse overheid de boel in de gaten houden. En dan, ik weet dat ik in dossiers voorkom. Dus daar gaat het voor. Oké. Hey, een andere voorname bezigheid van je is columnist zijn, columnschrijven. Voor het Algemeen Dagblad. Wij kunnen ze hier in Brabants Dagblad lezen. En die gaan over verschillende thema's. Hoe kies jij zo'n thema? Dan moet ik eigenlijk iets van mijn werkdag ook uitleggen. Ik begin altijd 's ochtends met 4 kranten lezen. Om te kijken wat er speelt. Nou, vaak is de krant tegenwoordig al, de papieren krant al een beetje achterhaald natuurlijk. Omdat het nieuws zo snel is. Dus dan ga ik op internet kijken naar internationale media. Wat speelt er, wat leeft er op dat moment? Ik kijk snel op sociale media, maar niet te lang, want dat is dan natuurlijk allemaal... Je hebt nog een hekel aan Twitter, geloof ik. Ja, dat geeft nogal een vertekend beeld van de realiteit, vind ik. Een paar gekken bij elkaar die gek genoeg wel veel macht kunnen uitoefenen, maar het is totaal niet representatief voor wat er speelt. En dan ga ik aan de gang. En ik opereer altijd vanuit een basisprincipe. Het moet mij raken. Het moet iets zijn wat mij verwondert. Wat mij ontroert. Iets wat mij boos maakt. En dat is altijd het startpunt. En dan ga ik daarmee aan de gang. Ja, waar ik een aantal columns van je over heb gelezen is... waar je boos over maakt. Althans, dat begreep ik uit die columns. Is een soort verhitte... tegenstelling die er af en toe lijkt te zijn in de samenleving. Hè? Zwarte Piet komt dan weer voorbij of andere thema's. Mm-hmm. En daar wind jij je over op. Althans, dat denk ik dan te lezen. Klopt dat? Nou, echt boos ben ik eigenlijk nooit, hoor, om eerlijk te zijn. Maar ik zie wel dat er iets misgaat, ja. Ik zie dat sommige mensen van bepaalde kwesties een businessmodel hebben gemaakt. En dat zij... soms net zo radicaal zijn geworden als de mensen die ze bestrijden of menen te bestrijden. En ik geloof niet in die methodiek. Mij wordt vaak verweten dat ik bijvoorbeeld stelling neem tegen het hele antiracisme kamp dat er tegenwoordig is. Maar dat komt omdat ik misschien wel geloof dat zij in essentie voor iets goeds strijden. Maar ik geloof niet in hun werkwijze. En als je dat dan aankaart, dan krijg je ook bakken shit over je heen van die mensen. En dat is precies bevestigend voor wat ik op dat moment denk. Dus dat. Wat mij mateloos fascineert, ik ben geboren en getogen in Deventer, is natuurlijk die verschillen die er zijn. Ik vind de kloof een lelijk woord, maar er zijn gewoon verschillen. Mensen beleven dingen anders. En soms klopt wat mij betreft... het gaat om perceptie. Perceptie van rancelijke media klopt niet altijd volgens mij. Dus dat vind ik heel interessant. Ik heb onlangs met de gemeenteraadsverkiezingen heb ik gehad over dat was die jongen van Forum voor Democratie. Die stond in de Volkskrant. Sylvana Simons Buitenhof. Dit zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dus ze kunnen wel over hun plannen gaan praten op nationale televisie. Maar hier in Os kunnen wij... Ik en Deventer, jullie en Os kunnen niet gaan stemmen op deze mensen. Dus, nee. dan hekel ik een beetje de manier waarop onze media werken. Dus dat vind ik wel belangrijke onderwerpen. Juist omdat, kijk, de gewone man, die bestaat niet. Dat is natuurlijk gewoon een... Alhoewel, jij bent nu ook een beetje van de gewone man, hè? Las ik gisteren. En vrouw, ja. Ja, wat is voor jou de gewone man? Dan gaat hij mij vragen stellen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, sorry. Hè?
En ik geef eentje antwoord. Je moet wel improviseren. Ja, dat doe ik dan ook. Nee, kijk, als je weet, in Nederland is 10% van het vermogen in handen van 2/3 van de bevolking. Ja. Ja. Nee, sorry anders. Dus het gaat erom dat voor mij die 90% die moet vechten eigenlijk voor die andere derde. Dat is volgens mij de gewone man. En dat kan je op heel veel manieren invullen. Maar jij gaat op sociaal-economisch niveau bekijken dus. Nou, ik denk dat dat heel vaak zo is. Want ik denk dat dat is ook wat jij, denk ik, in je columns aanhaalt als het gaat over die identiteitspolitiek. Je zei net, hè, er zijn mensen daar een businessmodel van maken. Mm-hmm. Dat is ook mijn vraag aan jou. Van hoe, want je zet je daar tegen af. Ik voel daar denk ik wel in mee. Maar waarom denk je dat het kwalijk is, zeg maar, als een bepaalde groep voor een bepaald belang strijdt? Nou, het is niet kwalijk als een bepaalde groep voor een bepaald belang strijdt. Het is alleen... De manier waarop, zei je. De manier waarop is... iedereen moet strijden voor zijn of haar idealen. Alleen dan wel gedreven door zuivere motieven. Dat is wat mij vaak stoort. Want denk je dan dat bijvoorbeeld bij het antiracisme debat dat die motieven niet zuiver zijn? Ja, maar andersom ook. Jij had gisteren een mooie ankeider op de voorpagina van de Volkskrant. Ik dacht dat het een citaat van Buma was, maar het was van jou. Over dat mensen die hier wonen en leven zich moesten aanpassen aan onze normen en waarden. Ja, sorry hoor, maar... Daar moet ik van gapen, dan zeg je niks bijzonders wat mij betreft. En ook niks origineels. Toch komt het op de voorpagina van de Ja, maar dat is dus een beetje wat onze media doen. Die vinden dat een gevaarlijke uitspraak is. Misschien omdat jij vanuit jullie partij niet eerder zo stellig dat soort uitspraken werd gedaan. Maar denk wel van, nou, nu hebben we 6 mensen, 6 lijsttrekkers die vinden dat die mensen zich allemaal moeten aanpassen. En weet je wel, dus ik ben gewoon op zoek naar een wat originele verhaal. Of in elk geval naar wat meer pragmatische aanpak van dingen. En dat mis ik wel erg in de Nederlandse politiek. Je hebt ook inderdaad kritiek op wat je de Randstadmedia noemt. Nou, zelf zit je natuurlijk regelmatig bij De Wereld Draait Door aan tafel. Ik denk als er één programma is wat vaak die kritiek krijgt, hè, dat het... toch vooral over de Randstad-issues gaat, dan is het dat. Ik zie jou daar wel eens zitten en dan komt het ooit op mij over dat jij daar zo, soms zit van, waar gaat dit over? Of wat is dit? Ja, klopt dat? Ja, daar huurden ze mij ook voor in. Ja. Maar wat gebeurt daar dan aan zo'n tafel? Dan zit je daar met Matthijs van Nieuwkerk en nou ja, al die gasten die dan zich heel erg opwinden over iets waarvan jij denkt... Ja, dat komt inderdaad heel vaak voor. Ja. En, maar ik kan niet op commando lachen of klappen of meejoelen of zo. Daar zijn andere mensen goed in. Maar die redactie denkt daar ook wel over na. We moeten niet te veel eenheidsworst hebben. Dus dan willen ze een dwarsligger daar uitnodigen. Iemand die niet per se meteen gaat huilen als iemand een liedje van Stef Bos of weet ik wat vertolkt. Dus... trouwens wel een hele aardige man, Stef Bos. Dus ik wil wel een ander voorbeeld geven. Laat maar zitten, doe een keer. Maar ik vind, je moet niet te veel... Ik denk dat programma krijgt heel veel kritiek. Dat vind ik heel onterecht. Want ja, als er één programma is dat... Kritiek, krijgt veel kritiek. Ja, veel kritiek, ja. Als er één programma is dat een beetje uit zijn eigen bubbel kijkt... doen zij dat wel, buiten eigen bubbel kijkt. En daarvoor zit ik daar. En zij weten ook wel dat ze me op een bepaald moment helemaal niet moeten uitnodigen. Maar wat ook gebeurt, er zijn collega's van jou in de Kamer... die gewoon vragen van tevoren, wie zit er aan tafel? En als ze dan zeggen Eus, dan zeggen ze, nou, daar komen wij niet. Ja, dat komt ook voor, omdat ze weten dat er iets kan gebeuren, iets onvoorspelbaars. Dus en dat vind ik ook een soort van failliet van de politici die dan echt in... Heb je al eens tegen een redactie gezegd, ik kom niet als die of die er zit? Nee, maar ik heb het andersom wel vaak meegemaakt. Ja. Dat collega politici zeggen, als Marijnissen zit, kom ik niet. Ja. Waarom zouden ze dat zeggen? Nou, laatst nog bij WNL op zondag, dan zit er een minister en de minister zegt, ja, ik ga niet tegenover een Kamerlid zitten, dat doe ik niet. Dus dan, Wie was dat? Ja, dat ga ik maar niet. Dat is dan weer niet zo netjes, maar met enige regelmaat zelfs, ja. Ja? Ja. Nou ja, daar heb ik dus ook last van. En dat is vaak als je dus als je gevaarlijk vindt of zo. Maar goed, wat moet ik daarvan zeggen? Je vraag was wat ik daar doe. Ja, ik zit daar een beetje uit ijdelheid, een beetje ontregelen, een beetje provoceren. Dat lukt aardig, geloof ik, ja. Hey, waar je ook vaak zit, de studio voetbal. Een heel andere letterlijke tak van sport.
even kort, we hebben net met Kirsten gesproken. Hoe kijk je naar de opkomst van het vrouwenvoetbal? Ja, daar ga ik me echt niet populair mee maken als ik dat zeg. Nee, daar vraag ik het. Ik heb 3 wedstrijden live bezocht in Deventer. Dat was ook een speelstad. Kijk, ik vind het fantastisch dat de dames Europese kampioen zijn geworden. Ik vond het fantastisch dat de hele zomer iedereen in een polonaise achter ze aanliep. Maar ik heb daarna eens goed gekeken wat er gebeurde. En je kan die wedstrijden tegenwoordig ook in samenvatting zien. En er zit geen hond meer bij de Barendrecht tegen weet ik veel wat. Dat is dan de hoogste divisie. Er zit gewoon niemand bij die wedstrijden. En daarmee wil ik niks zeggen over die dames. Daarmee wil ik vooral de schijnheiligheid, het opportunisme van de mensen. Een beetje de clowneske. Alles moet cabaret zijn, alles moet carnaval zijn. Onze media die misschien niet zoveel hadden om te brengen afgelopen zomer. Dus volledig voor die dames gingen. En ik vind het heel flauw dat nu helemaal weg is. Gewoon. Dat verdampt is, al die aandacht. En, maar jij komt uit Deventer. Ja. Je zit zelf vaak bij Go Ahead Eagles op de tribune. Ja, dus daar zit, dat is dan. Ja, maar ik heb het echt over aantallen van. Wel uit te kijken. Dat er soms gewoon 300 mensen zitten bij een wedstrijd. Bij Go Ahead zitten nog altijd 8000 mensen. Dus ik, wat was je punt precies? Nee, dat was mijn vraag. Je zegt, ik ben 3 wedstrijden geweest, maar je gaat onderweg naar Go Ahead Eagles. Ik vraag me af, nou. Als je nou Os als voorbeeld had gegeven, dan had je nog een keer een punt kunnen maken. Nee, even dimmen, zeggen wij dan. Oh, ja, nee, maar ja, goed. Ik hoop dat ze ook echt die stap kunnen maken. En ik hoop niet dat wij met z'n allen, heb ik het over media, supporters, sponsoren, die dames nu laten vallen, ja, omdat er niet meer een groot toernooi is. En dan moet er veel meer geïnvesteerd worden vanuit de KNVB, vanuit organisaties die ook damesvoetbal een warm hart toedragen. En je ziet nu een beetje, het gebeurt wel, maar niet op het niveau dat zou moeten, vind ik. Oké. Okay. Hey, en dus vaak op de tribune bij Go Ahead Eagles. Dat lukt nog wel in de huidige turbulente tijden? Ja, want ik heb al die wedstrijden in mijn agenda staan. En als er dan een keer een aanvraag binnenkomt of zo, dan probeer ik dat omzeilen dat ik dan een wedstrijd moet missen. Dus over het algemeen lukt dat heel aardig. Oké. Okay. Je plant je agenda er echt omheen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, merk ik bij jou ook vaak dat jij wordt aangesproken, dat herken ik wel een beetje, op je achternaam. Althans, jouw achternaam klinkt Turks, laat ik het maar zo zeggen. Ja, die voor jou niet. Nee, die een stuk minder bij mij om een andere reden. Ja. Maar ik voel er wel in mee. Want hoe is dat voor jou, of hoe vind je dat? Dat mensen dus daar dan automatisch vaak ook extra aan jou vragen? Ik vind dat heel erg. Even kijken, hoe zou ik dit goed beantwoorden? Ik gaf voordat ik hier was ik in Utrecht. Heb ik een optreden gedaan in een boekhandel. En daar zat toevallig de mevrouw die alle brieven ontvangt die bij het Algemeen Dagblad binnenkomen. Dus van lezers. En ook mensen die bellen, die komen dan, krijgen haar aan de lijn. En ik vroeg, hoe gaat dat? En er zijn regelmatig mensen die bellen, ongeveer 3-4 keer per maand, zeiden van, ja, die moslim op pagina 2 met zijn beide handen praatjes, wat moet die in mijn krant? Kan die niet eruit? En toen had die vrouw gezegd, wie bedoelt u eigenlijk? Ja, je weet best wie ik bedoel, die Turk. En toen had die vrouw weer gezegd, ja, maar dat is helemaal geen moslim, meneer. Dat is gewoon iemand die inderdaad een Turkse achtergrond heeft, maar die verder niet gelovig is en ook nooit geweest is. En dan vaak, of ze hangen dan op, of ze lullen gewoon wat, waardoor blijkt dat ze totaal ontregeld zijn. En vaak krijg ik ook mailtjes van mensen. Daar heb ik bijvoorbeeld iets geschreven. Mag ik één vraag hoesten? Want ik zie dat bij jou wel vaak gebeuren. Je wordt aangesproken door, nou ja, zeg maar even mensen uit de Turkse gemeenschap, van dat je niet genoeg als Turk, om even zo te profileren. Mm-hmm. En je wordt aangesproken vanuit de rest van Nederland, dat je, nou ja, door die mensen die dan kennelijk het Algemeen Dagblad bellen met zulke teksten. Ja, nou, maar ik word ook zelf, ik krijg ook soms, dat is echt heel surrealistisch, dat soms dan word ik wakker en dan kijk in mijn mailbox, daar ben ik al 10 tot 15 keer uitgescholden.
En dan zegt eentje bijvoorbeeld van, nou, vieze kut moslim, wat denk je wel niet dat je mening hebt over Baudet of Wilders? En dan zeg ik, meneer, ik ben misschien wel kut, maar ik ben geen moslim. Dus u moet toch even nog een keer uw mening herzien. En dan ga je wat verder en dan krijg je een mailtje van iemand met een Turkse achtergrond. Die zegt dan, ja, hey, vieze nestbevuiler, landverrader, je moet je naam veranderen, want jij je verdient helemaal niet om een Turkse naam te hebben. Dus je zit een beetje tussen twee... ja, dat soort vuur, dat soort achterlijke ook eigenlijk. En ja... In het begin is het vreemd en je voelt je dan een beetje ontheemd ook. Van ja, oké, ik ben blijkbaar niet onderdeel van die groep, maar ik ben ook niet onderdeel van die groep. Wat ben ik nou eigenlijk precies? Alleen als je je hele leven lang op zoek gaat naar het antwoord daarop, denk ik dat je heel ongelukkig wordt. Dus voor mij is het belangrijkste dat ik gewoon 100% autonoom kan zijn, onafhankelijk kan zijn. En dat ik mezelf iedere ochtend weer in de spiegel kan aankijken, omdat ik integer en zuiver heb gehandeld. Feitelijk, ik ben volgens mij niet een columnist die mensen uitstelt. Ik ga niet al te vaak met gestrekt been erin. En zolang ik dat doe, vind ik niet dat ik zoveel rekening daarmee moet houden. Maar ja, het is wel kloten natuurlijk, zoals jij... Niet echt lekker opstaan, denk ik, met 15 van die mails. Nee, hoe ervaar jij dat, mevrouw Marijns? Ik ben degene die in de vraag stelt. Oh, nou. Volgende keer wat is dit mag voor, jij weer. Nee, ja, dat is de rolverdeling zoals we die vandaag hebben afgesproken. Ja, en dat ontregelen, dat doe je maar bij De Wereld Draait Door. Maar niet hier in Oost. Oh. Zo. Maar vind jij het vervelend als mensen zeggen... Geen land weten. Dankjewel. Hé, wat is dit? Ja, helaas, we moeten het laatste... Gewoon een SP-opzetje dit. Het is geen opzetje. Nee. Nou, de muziek is weer weg, dus we kunnen verder praten. Maar ja, nee, maar jij hoort, ik las in de krant, je hebt je positie, denk dank aan je achternaam. Ja, nee, maar daarom vraag ik het ook. Ja, dat begreep ik. Ik herken dat je daar in ieder geval rekening mee moet houden. Niet, ik probeer het ook zo min mogelijk te doen. Maar ja, je wordt ermee geconfronteerd, dat is een feit. Ja, hoe ga je mee om dan? Ja. Ik heb nog één belangrijke vraag aan jou. En we hebben kort tijd. Lijkt dus alsof we in de kamer zijn. Ja, die ga ik aan je stellen. Je hebt je een aantal keer uitgelaten over dat je in de politiek een bepaalde mate van leiderschap mist. In ieder geval zeker op links, maar volgens mij in zijn algemeenheid wel. Je zei het net ook al over, een beetje één pot nat. Wat zou je graag willen zien? Of wat mis je? Ik denk dat de politiek, zoals die door sommige mensen, partijen wordt bedreven, nogal achterhaald is. Je ziet dat een beweging als GroenLinks een soort transitie heeft doorgemaakt met al die megalomane bijeenkomsten in de poppen. Podia en even waar ze nog meer bij, concertzalen. Ik vind het niks, maar ik denk wel, niet specifiek wat zij doen, maar ik denk wel dat dat de toekomst is van hoe wij politiek moeten bedrijven. Niet wij, politici, politiek moeten bedrijven. En wat ik vooral... Wat op... bedoel je, de meet-up-achtige sessies? Nou, van dat is dus één Klaver. Voorbeeld, maar het riekt een beetje naar verheerlijking van één persoon. Je kan ook natuurlijk je ideaal verheerlijken. Het gaat er meer om, van hoe verpak je het. En je ziet bijvoorbeeld zo'n Baudet, wat je er ook van vindt. Dus retorisch wel heel sterk, zet social media wel heel goed in. Weet precies wat leeft en bespeelt dat ook op een zeer gewiekste manier. En op links ontbreekt dat een beetje. Ik vind Asscher een slimme man, een tegere man. Maar iets meer brani. Iets meer, ja, het is een eng woord en je denkt meestal aan rechts dan, maar iets meer populisme ook vanaf links zou helemaal niet verkeerd zijn, denk ik. Want als je gaat kijken naar de retoriek, als je gaat kijken hoe de verschillende stromingen elkaar benaderen, dan is het vanaf rechts altijd heel agressief, verbaal, heel agressief, heel veel uitdelen. En bij links is het vooral incasseren en weinig terug uitdelen. En ik mis dus vooral het discours, in dat discours mis ik vooral een zelfverzekerde linkse leider die echt zijn of haar plek kan opeisen en daar ook voortouw in kan nemen. Dus ik zie scheve houdingen wat dat betreft. Genoeg te doen dus op dat vlak. Ja, wel, ja. Ja, en jij ook, mompelt hij dan. Ja. Hey Eus, dank. Vanavond, we gaan eigenlijk allemaal naar huis, hapje eten. En dan zetten we de tv aan. En dan zien we je alweer, geloof ik. Hè? Waar moeten we op afstemmen? Als we jou willen zien, althans. Ja, curling met de sterren. Niet. Grapje. Nee.
Ik heb toch wel iets van zelfrespect. Dit was het nieuws. Dit was het nieuws. Ja, het werd een hele politiek incorrecte uitzending. Dus ik hoop dat heel veel grapjes de montage niet hebben overleefd. Nou, we gaan vanavond naar je kijken. Voor nu heel veel dank. Succes met al je werk en kom nog eens terug in ons. Ja, graag. Dankjewel. En zoals altijd staat ze altijd weer klaar. Op tekst van Johan Berendsen, begeleid wederom door Henk Sterke, is hier Willeke met het Zoutse loflied. Wat is dat toch met VVD'ers? Voor de vriendjes zijn ze leuk. Met vrienden moet je alles delen. Dat is vast hun levensspreuk. Van Rijk kon zijn mond niet houden, maar geheimen schond Jos niet. Een klankbord mag je toch gebruiken, al vond de rechtbank dan van niet. Zijn verhaal kwam hij hier delen, u keek vast als rechter mee. Heeft u Van Rij overtuigd, of zag u hier een demaske? En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidou, 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 bidam. Hou je van de zakkenvullers, veel gedonder langs de lijn. Macht, corruptie en vergekte moet je bij de mannen zijn. Vrouwen doen het lekker samen, ego's staan daar niet centraal. Spelplezier, het echte voetbal, passie is niet triviaal. Kirsten mag de bond gaan leiden, brengt Oranje naar de top. Neem als je toch zo bezig bent, gelijk de mannen op de schop. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidou, 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 bidam. Lilian, de osse trotste, leidt haar fractie in Den Haag. Ik wil daar alles over weten, maar Eus stond centraal vandaag. Leren doet hij door te leven, in de bak het boek ontdekt. Eus gebruikt nooit holle woorden, dat verdient meteen respect. Droog weet hij te observeren, deelt dat met ons in de krant. Krijgt van mij de functie van geweten van ons Nederlands. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidou, bidou, bidou. Het zout is erop. De redactie van het programma was deze keer aan de handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen, Renier van de Gissen en Jurgen Pigmans. Productie Jules Ieding. De tekst van het zout is van Johan Berendsen en werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Henk Sterke. Onze columnisten waren René van Lee, Theo van Duren. Onze muziekprogrammeur is Henk Sterke. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Gifter. De organisatie deden Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks, Willy Bloks en Christa Kolman. Techniek was in handen van Han Pannenkoek, Hanno Siegers en Rudolf Brenger. Foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die foto's kunt u zien op onze site www.politiekv.zout.nl. Deze website wordt beheerd door Renier van der Giessen. Zout is een initiatief van Jules Ieding, wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling OS en cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactie en presentatie Stijn Steenbakkers en Lilian Marijnissen.
We danken Jos van Rij, Kirsten van der Ven, Ozan Akjol en Lilian Marijnissen voor hun komst naar Zout. En graag zien wij u weer, en let even op 18 februari, want in verband met de carnaval, dus de derde zondag van de maand. Dank u wel voor uw komst.